Welkom bij de uitreiking van de Leiderdorpse Ondernemersprijs 2018. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Winkelhof en Wereldhaven, Rabobank Leiden-Katwijk en Area 071. Ondernemers willen graag een brokje erkenning hebben. En dat kunnen ze alleen maar krijgen met een ondernemersprijs. Ze zijn ontzettend gemotiveerd daar. En dat vinden ze geweldig, ondernemers. Gewoon om alleen maar genomineerd te worden. Dat is iets wat ze gewoon prachtig vinden. Voor Leiderdorp is het heel belangrijk. Maar ook voor het winkelcentrum. Ook voor totale retail in Leiderdorp is het heel belangrijk. Net wat ik al net heb gezegd. Die ondernemers willen erkenning. En die erkenning die krijgen ze terug in een LOV. De Rabobank heeft als missie om ondernemers gezond te laten groeien. En zeker het midden- en kleinbedrijf is heel belangrijk voor Nederland en dus ook voor Leiderdorp. Het is belangrijk voor onze economie en de werkgelegenheid. Dus natuurlijk dat wij als Rabobank met financieringen, met betaalproducten, maar ook met kennis en netwerk ondernemers steunen en deze Leiderdorpse ondernemersprijs een warm hart toedragen. Mijn naam is Bart Hoenen van Area 071. We huisvesten en ontwikkelen startende ondernemers en freelancers. Daar hebben we er heel veel van. Daarom weten we dat ondernemen ook een vak is, een vak apart. Het is vaak een hard bestaan. En daarom is het extra leuk als er zoiets als de ondernemersprijs is, dat er ook een keer een waardering komt aan de andere kant. Deze ondernemers vinden het lokale ondernemerschap erg belangrijk. Ook Toyota van Haasteren, Sport 2000, Bosboom Accountants, Rufo Clean, Rootboy Media en Unity.nu zijn sponsor van onze ondernemersprijs. Live vanuit het gemeentehuis van Leiderdorp is dit de uitreiking van de Leiderdorpse Ondernemersprijs 2018 en het Wensenfonds van Rabobank Leiden-Katwijk. Hier is uw presentator, Rudo Slappendel. Zo, daar ben ik dan. Lang gewacht, toch gekomen. Goedenavond en welkom bij de uitreiking van de Leiderdorpse Ondernemersprijs 2018 en van het Rabobank Wensenfonds hier in Leiderdorp. Leuk dat je kijkt naar Unity TV, naar Unity.nu en naar onze Facebook Live en welkom ook hier in de zaal. De mensen van de Rabobank van harte welkom, burgemeester Driessen, wethouder Kees Wassenaar. Welkom allemaal. Vanavond draait het om een aantal dingen. Het gaat om het uitreiken van het Rabobank Wensenfonds en het gaat om de Leiderdorpse ondernemers in het bijzonder. Die Leiderdorpse ondernemers zetten we vanavond in het zonnetje. Er zijn er 5 waarop veel gestemd is in de afgelopen periode. En dat kan eigenlijk maar op 1 manier in goede banen geleid worden en dat is door een notaris erbij te zetten. Ik wil hem graag even naar voren hebben. Een applaus voor notaris Mark Neven van Bakker en Neven Netwerknotarissen. Mark Neven die heeft erbij gezeten tijdens het hele proces. Mark, ja, hi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij hebt erbij gezeten tijdens de sessies met de jury. In de jury onder andere Kees Wassenaar, Didos van Dam. En een van de winnaars van vorig jaar, Ruud Voortman van Rufo Clean. Waar heb jij op gelet? Ja, kijk, het is zoals altijd belangrijk dat de jury het liefst tot een unaniem oordeel komt. En dat is wat ik wel probeer te bereiken. En dat lukt niet altijd natuurlijk, maar in dit geval is dat weer gelukt. Hoe moeilijk was het? Ja, het is altijd moeilijk. Hè? Het is afwegen van allerlei zaken. Iedereen heeft zijn eigen ideeën, de bedrijven zijn bezocht. En dan is het vaak heel lastig om tot een goede afweging te komen. Maar goed. Maar is het dan notaris Neven die met vuist op tafel zegt en nu is het genoeg te moeten doen? Ja, nee, ik bemoei me daar niet mee. Ik probeer het in goede banen te leiden. Een soort mediator tussen Kees en Didos. Het is een beslissing van de jury. Ik controleer alleen maar dat zij onafhankelijk zijn en dat ook alles volgens de spelregels gaat. Ja, want we hebben de Blauwe Roos, we hebben de Rode Sneakers, we hebben Sportcentrum van Hout, we hebben Slager Pestel. We hebben 5 genomineerden vanavond. Je probeert mij toch niet te ontlokken wie het heeft gewonnen. Hè? Dat... Nou, jij weet al wel iets wat wij hier in de zaal niet weten, wat bijvoorbeeld mevrouw Pestel heel graag wil weten. Ja, ik weet dat al heel lang. Ja. Heel lang ook? Ja, ja. Hoe lang is dat beslist? Nou, dat is al een aantal weken geleden beslist. Want het gaat dan over de juryprijs. We hebben ook een publieksprijs. En die publieksprijs heeft u op mogen stemmen via www.leiderdorpseondernemersprijs.nl. Daar is sinds november op gestemd. December, januari konden die stemmen binnenkomen. Er is meer dan 3000 keer gestemd op die prijs. Gewoon echt bijna 4000 keer is er op een bedrijf gestemd.
Er is een winnaar uitgekomen. We hebben een aantal keer een tussenstand bekendgemaakt. Na die laatste tussenstand is daar toch nog wel het een en ander in gebeurd. Maar daar weet jij dan weer niet zoveel vanaf. Nee, dat is iets wat via de computer gaat. En daar bemoei ik me niet mee. Dat weet ik dan weer. Dat weet jij dan. Ja, Mark Neven, dankjewel. Dankjewel. Prettige avond, geniet ervan. De uitreiking van de Leidendorfse Ondernemersprijs 2018. En we hebben Ton, de cartoontekenaar, hier ook zitten. Die zit naast Frank. Frank kan al een beetje... Is die mij aan het tekenen, Frank? Waarom heb jij een lach op je gezicht? Ja, nou, ik ben erg benieuwd. Later vanavond gaan we die tekeningen zien. Maar het gaat om die genomineerden van vanavond. Die genomineerden die hier nog niet zijn. Maar ik heb wel begrepen dat ze ergens in de buurt zijn. Dus we gaan zo meteen naar die genomineerden toe. Want ze zijn vanavond door ons opgehaald. Ze stonden netjes langs de kant van de weg te wachten tot de auto arriveerde. En we gaan toch eens even kijken of we al contact kunnen leggen met de genomineerden. Want ze zijn dus onderweg in de auto. Ze zijn opgehaald. Ik ben benieuwd hoe het daar met de zenuwen gaat. Ga eens even kijken naar het scherm achter me of we daar al verbinding mee kunnen leggen. Oh, kijk nou, we hebben daar Ruud staan. Onze portier, die hebben we vanavond al eerder gezien. Die staat er nog. Ja, Ruud, we kunnen je niet horen. Ik heb het idee dat we nog eventjes moeten wachten. We laten die beelden hier in ieder geval nog eventjes achter ons doorlopen. Ja, dames en heren, dat is Ruud, onze portier. Die portier die gaat de genomineerden zo meteen naar binnen brengen. De genomineerden die gaan dan daarna naar achter. En als ze... ik zie wel iemand hardlopen of joggen. Ja, er gebeurt hier echt van... Oh, dat is onze eigen Tony, de parkeerwacht, zeg maar. Ik vind het zelf eigenlijk ook hartstikke spannend. Ik moet natuurlijk wel door blijven praten. Nou goed, zometeen dan komen die genomineerden hier aan. En die genomineerden die gaan naar achter. Daar komen ze aan. In de limousine zijn ze dus opgehaald bij hun thuis. Ja, een applaus voor de genomineerden. Dat mag zeker. Nou, ze komen hierheen. Zometeen dan komen ze hier het gemeentehuis binnen. Natuurlijk vragen we dan echt een keihard applaus voor de genomineerden van vanavond. Die gaan dan via de trap hier achter naar beneden. En vervolgens gaan we ze allemaal nog even één voor één aan u voorstellen. Stemmen op de publieksprijs, dat kan inmiddels niet meer. Die stembus die is om 6 uur vanavond gesloten. Ik zei het net al, daar is dan uiteindelijk ook een winnaar uitgekomen. Maar we gaan eerst dus even kijken. Oh, daar is Ria van de Blauwe Roos. Die komt er nu uit. Roger, die staat al buiten. Kirsten van de Rode Sneakers met een rood jurkje. Ja, dat kan ook eigenlijk niet anders. Ja, gewoon echt mooi in het rood. Remco Filippo van Foto Filippo komt er achteraan. En dames en heren, ze komen nu de eerste door van het gemeentehuis binnen. Laten we ze weer welkomen met een keihard applaus. Ze zijn gebracht door de taxi van Michel de Groot vanavond. De genomineerde van vanavond van de Leidendorfse Ondernemersprijs 2018. Kirsten, kom hierheen. Ria, Roger, Remco en Albert. Hey, welkom. Je mag hier achterlangs, word je gelijk opgevangen met koffie en thee en fris. Ria, welkom. Roger, welkom. Heel veel succes, hè, straks. Ja, dankjewel. Remco, welkom. Zo, hebben ze jou ook gevonden? Ja, ik was even wachten. Buiten, lekker koud. Ja, ga lekker naar achter. We hebben warme koffie voor je staan. Dames en heren, de genomineerden van de Leidendorfse Ondernemersprijs 2018... En ik zei het al, we gaan zo meteen kennis met ze maken. Maar ik neem jullie eerst eventjes mee terug. Mee terug naar september 2017. Toen ging de stembus van de Leidendorfse Ondernemersprijs open. En dat ging met een heleboel geweld. Woensdagavond was de kick-off van de Leidendorfse Ondernemersprijs. Een prijs die iedere 2 jaar wordt uitgereikt door de Leidendorpse Ondernemersvereniging en de gemeente Leidendorp. De Leidendorpse Ondernemersprijs 2018. Dit was de kick-off. Vanaf dit moment kunnen jullie allemaal je favoriete ondernemer nomineren. Er is altijd veel belangstelling vanuit Leidendorp van de Ondernemersprijs. Zo ook van burgemeester Laila Driessen, die vol lof is over de ondernemers in haar dorp. Als ik zou moeten kiezen, dat doe ik niet. Want alle bedrijven zijn mij even lief. En alle bedrijven zijn even fantastisch en origineel en enthousiast. Dus ik ben heel benieuwd wie het wordt. Eind november worden de genomineerde ondernemers bekendgemaakt. Op woensdag 31 januari 2018 wordt de prijs uitgereikt aan de beste ondernemer.
De voorzitter van de ondernemersvereniging heeft er zin in. Ja, zeker heel veel zin in. Het is weer een mooie start zijn om een ondernemer uit het Leiderdorpse regio even mooi in het zonnetje te zetten. Mooie promo en heel veel zin in. Leuk item altijd. Ja, dat zijn ze dan. Dat was de kick-off van die Leiderdorpse ondernemersprijs. Dat was in september tijdens 5 jaar Area 071 en de zonnepanelen die toen in gebruik werden genomen. In november waren we te gast bij Winkelhof en daar werden die genomineerden bekendgemaakt. En die ga ik nu aan u voorstellen. Eén voor één komen ze bij me op het podium. En als eerste is dat Ria van de Blauwe Roos. We zijn bij haar op bezoek geweest. En we hebben daar een portret van gemaakt. En het is een fleurige winkel. Bloemen houden van mensen was van 1975 tot en met 2005 de slogan van het Bloemenbureau Holland. Andersom is ook het geval bij de Blauwe Roos. Nou, ik heb mijn leven lang en hou ik van bloemen eigenlijk. Dat is er gewoon door mijn moeder. Hè, heb ik dus die was ook gek op bloemen en planten. Die was er ook altijd mee bezig. Dat is 's morgens bij het ontbijt met de cyclamen op de tafel met een kopje thee gaf ze aan de cyclamen. En dat is er bij mij zo ingegroeid. Ik heb altijd een enorme passie gehad eigenlijk. Dus ik heb vroeger wel heb ik wat anders gewild. Maar nadat ik eenmaal erin was begonnen, 33, 34 jaar geleden, is het zo'n enorme passie. Ik ben gepensioneerd, maar kan het nog niet laten. We blijven gewoon doorgaan. De Blauwe Roos is gevestigd in de Ommedijk. Voordat dit gebouw er was, werden de bloemen verkocht vanuit een kiosk op het parkeerterrein. Hoe anders was dit? Wat het weer betreft zitten we hier een stuk fijner. Want je bent niet meer zo weersafhankelijk. Daar zo had je veel met zon en wind te maken en dergelijke dingen. Maar aan de andere kant vond ik het toch ook wel lekker kneuterig eigenlijk. Ik denk er best nog wel eens aan terug, aan de kiosk. De detailhandel kampt met grote concurrentie van internetwinkels. De Blauwe Roos sprong daar in 2016 op in en opende ook een webwinkel. Mijn kleinzoon die er ook dus in gaat komen in het bedrijf en die wil inkoper gaan worden met zijn opa samen, die wees ons er eigenlijk op van je moet het gaan proberen via een website. Want dat is tegenwoordig wel de toekomst. Maar helaas, dat viel erg tegen. Ja, door Fleurop zijn wij veel bekender geworden. En dat draait als een trein, kan ik wel zeggen, door de Fleurop. Maar een echte website, nee. Dat heeft ons eigenlijk alleen maar gekost als dat het dat opgebracht heeft. Ja. De bloemen vanavond bij de Leiderdorpse Ondernemersprijs worden geleverd door de Blauwe Roos. Ria krijgt dus straks haar eigen gemaakte boeket mee naar huis. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dan moet ik echt aan mijn best doen. Maar dan moet ik iets maken wat ik zelf mooi vind natuurlijk. Hè. Dames en heren, Ria. Ria is de eerste genomineerde van de Leiderdorpse Ondernemersprijs die vanavond hier bij mij op het podium zit. Ja, Ria, hoe was dat in een limousine? Had je wel eens eerder van je leven in een limousine gezeten? Nee, nog nooit. Hoe ziet dat? Ik ook niet. Hoe ziet dat eruit? Ik vind het wel heel bijzonder zo. Ja, erg gezellig. Het was erg gezellig was het. Ja? We hebben heel gezellig zitten praten. Met wie kon je het meeste lachen? Nou, met allemaal eigenlijk. Nee, we hebben het heel gezellig gehad. We wilden eigenlijk de hele avond blijven zitten. Ja, eigenlijk gewoon rondjes door Leiden-Dorp blijven rijden. Ja. Goed. Ja, de Blauwe Roos, van een kiosk naar een vaste winkel. Ja, ja, toch een hele verandering. En al jaren vaste leverancier hier ook van de gemeente Leiden-Dorp, hè? Ja, ja. En van het Alrijmen ziekenhuis is ook een hele grote klant van me. Dus heb ik een hele grote naam opgebouwd volgens mij wel. Want de kwaliteit van ons is gewoon goed. Ja, dat hoor je ook altijd terug van je klanten natuurlijk. Ja, dat hoor ik heel veel. En jullie zitten ook veel op die veiling, hè? Tenminste, er wordt veel vers geleverd bij jullie. Ja, 3-4 keer in de week gaan we naar de veiling toe om verse bloemen te halen. En ik weet nog heel goed dat ik jou belde om je uit te nodigen. Toen kon je niet komen, hè? Want de winkel die ging natuurlijk pas om 1:00 of 18:00 dicht. Ja. Had je verwacht dat je genomineerd zou zijn voor de Leiderdorpse Ondernemersprijs? Nee, absoluut niet. Het was een enorme verrassing voor me. Ik had het ook nooit verwacht eigenlijk. Ik vind het ook heel erg leuk. Ja, en dan zit je hier, maar je doet het eigenlijk samen met je dochter ook. Tenminste, dat is een belangrijk iemand binnen het bedrijf. Met mijn man en met mijn dochter, ja. Ja. Waar zitten die? Mijn dochter zie ik daar zo zitten. Ja, we zagen er net ook op het filmpje. En mijn kleinzoon die wil er ook in gaan komen, die gaat met zijn opa gaat die inkopen. Die komt dit jaar stage lopen bij ons. Jij gaat toch voorlopig ook nog niet stoppen met die bloemen en die planten? Ik ben 67, dus ik weet niet tot hoe lang ik door kan gaan, maar wel zolang mijn lichaam het aan kan. Want ik vind het veel te leuk om ermee te stoppen. Nou zei je in het filmpje dat je eigenlijk vroeger wat anders wilde.
Ja, ik wilde op kantoor. Ik heb dus, ik ben wat ouder, dus ik heb steno gedaan. Ik heb 10 diploma's gehaald. Ik heb alle diploma's ervoor gehaald. Maar binnen de kortste keer was het eigenlijk afgelopen. En ik ben erin gerold. En het is gewoon mijn passie geworden. Ja. Nou ben je hier net binnen. Al die ondernemers hier, die komen dus voor jou. Ja, blijkbaar wel, ja. Het is wel heel erg leuk, ja. Zitten er een hoop bekende gezichten tussen voor je? Ik heb al, nou heel vluchtig heb ik inderdaad, meneer of mevrouw Dop heb ik ook al gezien. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet echt gekeken, want ja, je bent toch allemaal een beetje zenuwachtig, denk ik, voor dit gebeuren. Nou ja, en dan toch een beetje een vraag die heel erg lastig is. Stel nou dat je zelf niet zou mogen winnen. Ja. Wie uit deze genomineerde lijst zou je het dan ook wel gunnen? Ja, eigenlijk in principe allemaal natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, we doen allemaal ons best. Wat ik dus gezien heb van de slager en Roger van het sportcentrum van Hout. Maar de jonge dame die dus sinds 3 jaar pas met die sneakers bezig is. Ik geloof dat ze allemaal wel die passie hebben. Dus ik gun het ze eigenlijk allemaal wel. Kom je bij een van die bedrijven zelf wel over de vloer? Nee, want ik woon in Leiden in de Stevenshof. Dus in principe, en wat ik ook heel vervelend vind, als ik mijn boodschap kan doen in de Winkelhof eigenlijk, stel... Ja, dan ben ik uren bezig, want dan zie je allemaal mensen lopen van hé, en dag, en dan blijf je praten. Dus, maar ik kom in Leidendorp zelf niet, helaas. Ik moet heel eerlijk zijn daarin. Maar ja, goed, dat is toch hartstikke mooi. Ja, de blauwe roos. We hebben de rode sneakers, we hebben de blauwe roos. Waar komt die naam vandaan, tot slot? Als ik nou vertel dat ik nog van mijn eerste huwelijk, ik ben dus 2 keer getrouwd, van mijn eerste huwelijk heb ik nog een bord staan met blauwe rozen erop. Mijn leven lang ben ik eigenlijk al gek geweest op rozen en op blauw. Dus het blauwe roos was voor mij zo'n iets dat, ja, ik denk, dat ga ik het gewoon noemen. Dus dat is me eigenlijk leven lang altijd geweest. Dus. Ik ga jou met rust laten. Jij mag zo meteen lekker naar achter. Daar staat koffie, er staat snoep, nootjes, van alles en nog wat. Je bent de eerste, dus je hebt lekker de tijd om in onze green room te gaan chillen. Ja. Er staan geen bloemen eigenlijk, zit ik me net te bedenken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik wil jou bedanken en wij gaan door met de volgende genomineerde van vanavond. En dat is keurslager Albert Pestel. Slagerij Pestel is voor de 2e keer genomineerd voor de Leiderdorpse Ondernemersprijs. Het leuke vind ik ervan dat je genomineerd bent echt door je klanten. Ja, dat is een beetje een kroon op je werk, vind ik. We timmeren al 24 jaar lang aan de weg om dingen echt goed te krijgen. Ja, en anders dat nu zo gewaardeerd wordt, dan ben ik blij. Er is veel veranderd in 2 jaar. Zo verhuisde de winkel van winkelcentrum Sandhorst naar winkelcentrum Winkelhof. Ik zit nu op een hele nieuwe plek natuurlijk. Nou, we zitten pal voor de Albert Heijn. Dus je hebt veel meer traffic, veel meer loop voor de winkel. Ja, daarmee krijg je natuurlijk ook meer klanditie. En we kunnen hier veel meer ons ei kwijt in koken. We doen nu heel veel aan koken, maaltijden, dat soort dingen. Wat in de andere winkel wat minder ging. Dus daar zijn we erg blij mee. Duurzaamheid is belangrijk voor de Leiderdorpse keurslager. Zo wordt er in de koelcel gebruik gemaakt van de allernieuwste koelgassen. Verder gebruikt het bedrijf LED-verlichting. Waarom is duurzaamheid zo belangrijk? Nou, ik denk dat iedereen toch wel bezig is met zijn eigen steentje bijdragen aan de natuur. Wij vinden dat ook belangrijk. We werken eigenlijk al met alle beesten, alles wat achter de schermen gebeurt. Is dat al zo? Niemand weet dat. Dus ja, als we toch een nieuwe winkel gingen bouwen, dan denken we, nou, dan houden we rekening met LED-verlichting, geïsoleerde toonbanken, bijvoorbeeld een vriezer in de koelcel, waardoor de kou van de vriezer weer in de koelcel komt. Dus je verliest geen energie. Boven veel LED-verlichting en nou, alles bij elkaar scheelt dat weer. Verder beschikt Albert Pestel over eigen koeien voor zijn vleesproductie. Omdat wij vinden dat de enige en de beste manier is om je vlees goed te krijgen en lekker. En ja, dan blijkt als je echt gaat voor lekker vlees, goed vlees, dat je eigenlijk ook in een diervriendelijk verhaal terechtkomt. Beesten moeten vrijheid hebben, ze moeten naar buiten kunnen, niet te veel bij elkaar en eigen voer. Geen toegevoegde middelen, ze moeten buiten kunnen grazen. Dan heeft hij een goed leven en hebben wij ook een goed stuk vlees. Albert Pestel heeft met zijn winkel al veel prijzen gewonnen. Is er nog wel ruimte voor de Leiderdorpse Ondernemersprijs? Graag zelfs. Dat is een hele mooie, vind ik. Het is Leiderdorp. Nou, we zitten in Leiderdorp. Ja, en als je daar een prijs wint, dat is misschien wel een van de mooiste die je kan halen. De 2e genomineerde voor vanavond, keurslager Albert Pestel.
Nou weet ik van Anita Witsier. Die moest 7 keer terugkomen voordat ze de televisiering won. Zit jij over 2 jaar dan weer hier? Of heb je zoiets van, nee, vanavond ga ik hem wel meenemen? Ja, dan moet ik nog 5 keer terugkomen. Dan, ja, dan wel, ja. Dat is over 10 jaar. Nee, dat weten we niet. We wachten af. Dan kijken wie er gaat winnen. Het viel me op. Je hebt je eigen koeien. Ja. Nou woon je in de Merenwijk, dus ze staan vast niet in je tuin. Nee, mijn tuin te klein. Waar staan je koeien? Berken en Roderijs, de Groenzoom. Daar staan bij de gebroeders de koning. Er zijn 2 broers die dat samen doen. De een die verzorgt de beesten, zeg maar, met zijn hele gezin. En daar is gewoon veel ruimte om die koeien te laten lopen. Dat zijn stukken land van natuurmonumenten. Die huren ze af. Er mag maar een beperkt aantal koeien oplopen. Dat het land niet te zwaar belast wordt. En het land wordt niet bewerkt. Dus je hebt eigenlijk gewoon echt een natuurproduct. En dat is wat we willen. Nou, was de jury is ook bij jou langs geweest. Hè? Die is bij iedereen langs geweest. Ja. Je bent heel duurzaam bezig. Nou, dat zagen we met die koelcel natuurlijk. Ja. Met die LED-verlichting er ook in. Ruud Voortman, van Ruvoclean, die hier 2 jaar geleden zat. En de prijs won en nu in de jury zit. Ja, die is ook wel onder de indruk van al die familiebedrijven die Leiden Dorp-rijk is. Ik tel bij jou echt heel veel mensen uit je gezin, hè, in het bedrijf. Wie werken er allemaal bij uit het gezin? Je mag de microfoon ietsje dichter bij jou. Alle 3 mijn kinderen. Hadden we niet verwacht. Ze wilden eigenlijk een hele andere kant op. Ja, dat begint met een zaterdagbaantje. Dan rollen ze erin. En ja, dat doen ze nu eigenlijk hartstikke goed. Zitten alle 3 ook verplicht op slagersvakonderwijs. Ik vind dat ze daar ook alles moeten leren. Volgens school en volgens de oude methode. Ja, maar ik heb ook gehoord dat je zoiets hebt van, nou, ik kan het jullie beter leren dan dat je het op school leert. Nee, is niet helemaal waar. Ik vind wel dat de oude technieken worden niet geleerd meer op school. Dat moet je echt uit de praktijk halen. Wat is er nou zo leuk aan het slagersvak? Ja, ik kan er mijn ei in kwijt. Ik hou van lekker vlees. Daar is mee begonnen. Kan je zien, hè? uiteindelijk begin je met iets en dan wil je voor iets goeds, iets lekkers. Nou, net wat ik al zei, dat filmpje. Dan kom je automatisch terecht in een natuurvriendelijk, milieuvriendelijk verhaal. En dan zie je gewoon dat dat vlees gewoon veel lekkerder smaakt, veel beter is. Ja, dan kan je ook achter je product staan. Ja, dat is leuk. Als je dat vergelijkt met zoveel jaar geleden en nu is er heel veel veranderd. Er wordt nu veel meer gekookt, veel meer kant-en-klaar maaltijden, panklaarartikelen, luxe barbecues, grootvlees, dat soort dingen. Nou zit je in Winkelhof. In het filmpje hoorden we net ook al dat een hele goede zet geweest is. Dat betekent waarschijnlijk dus ook dat je omzet verhoogd is daardoor. Ja, dat moet ook wel. Want de huur is hoog. Dus je moet wel meer omzet hebben. Het is een hele goede plek. Je zit precies voor de Albert Heijn. Dus daar lopen genoeg mensen. Dus daar hebben we ongeveer 30% geplust. Dat is veel. Je zegt het eventjes in één zinnetje. Het is wel zo. dat is gewoon een goede set geweest. Die plek is ook hartstikke goed. Alhoewel er nog steeds veel mensen zijn die nog steeds niet weten waar we zitten. Dus we kunnen nog steeds onderweg timmeren om dat nog beter te krijgen. Dezelfde vraag voor jou als die ik net aan Ria stelde. Als jij de prijs niet zou winnen, wie vind je dan een geschikte ondernemer om het te winnen? En dan niet zeggen ze zijn allemaal goed, maar daar heb ik net van geleerd, namelijk. Ja, moeilijk. Jij sport natuurlijk bij Roger. Ja, dat zie je. Bodypump. Bodypump, ja. Het gaat helemaal goed. Ja. Het is moeilijk. Het is moeilijk om te zeggen. Als je kijkt wat iedereen gedaan heeft om de meeste stemmen binnen te halen. Daar ben je ook actief in geweest. Ja, bij die rode sneakers denk ik dat die het goed doen. Okay. Dus ik denk dat die het gaat winnen. Okay. Nou, we gaan het vanavond zien. Ik wens jou heel veel plezier. Jij gaat weer terug naar de Green Room. We zien je later vanavond weer terug hier op het podium. Heel veel succes. Okay. Dankjewel. Dames en heren, dat was Albert Pestel. Hij is de 2e genomineerde van vanavond. En de 3e genomineerde van vanavond is Remco Filippo met Foto Filippo. Foto Filippo won in 2000-2001 de eerste editie van de Leiderdorpse Ondernemersprijs. Sindsdien is er een hoop veranderd. Zo is de vader, John Filippo, uit het bedrijf gestapt en heeft zoon Remco de winkel overgenomen.
Wat er met name veranderd is, is het consumentengedrag, het aankoopgedrag zeg maar, van de consument. Internet is er natuurlijk bijgekomen en zeker bij ons in de branche is natuurlijk de digitalisering is eigenlijk de grootste verandering geweest vanaf 2000-2001. Remco Filippo werkt al ruim 30 jaar bij Foto Filippo. In die tijd is de markt veranderd. Wij blijven actueel door veel trainingen te volgen. Die trainingen worden verzorgd door diverse fabrikanten en leveranciers. Met name de bekende merken Sony, Olympus, Panasonic enzovoort. Die zorgen ervoor dat wij bijblijven. Zeg maar, die nodigen ons uit ook om trainingen te volgen. Wat eigenlijk ontzettend leuk is. En zo blijven we goed op de hoogte van alle nieuwe technologieën bij ons in de markt. Het bedrijf heet Foto Filippo. Maar de winkel biedt meer dan alleen foto's. Alleen van de fotografie of van de fotohandel, zeg maar, ja, dat is heel lastig om daar nog een boterham in te verdienen. Dus wat voor ons heel erg belangrijk is, is de additionele verkoop. Dus de bijverkoop, zeg maar, van accessoires bij een fotocamera, maar ook fotolijsten. We verkopen televisies, we geven fotocursussen en workshops. En we doen ontzettend veel in fotofinishing. Fotofinishing, dat wil eigenlijk zeggen het ontwikkelen, het afdrukken, het vergroten, digitale beeldbewerking. We maken canvassen. Dat zijn eigenlijk de raakvlakken zeg maar, die heel dicht bij de fotografie liggen. Tot slot, waarom verdienen jullie de titel Leider Dorpse Ondernemer van het Jaar? Nou, het zou onwijs gaaf zijn om die prijs te winnen. Ik denk dat het feit dat we genomineerd zijn, dat is voor ons al onwijs leuk. Mensen komen al langs met een taartje. Die komen al langs om door te geven van jongens, we hebben op jullie gestemd. De publiciteit die je eromheen krijgt, de waardering. En de waardering voor onze winkel, zeg maar, voor mijn medewerkers, voor mijn vrouw, mijn kinderen, zeg maar, die allemaal hard binnen het bedrijf aanwezig zijn. Ja, dat zou gewoon top zijn, zeg maar, om die prijs naar binnen te slepen. Remco Filippo. Volgens mij loop jij al sinds september november weten we het, en met een glimlach op je gezicht rond. Ja, dat zeer. Je hebt spierpijn in je kaken. Maar ja, genomineerd. Je vader 2000-2001 was de allereerste winnaar van de Leiden Dorpse Ondernemersprijs toen. Uiteindelijk, je werkt al meer dan 30 jaar in het bedrijf. Je vader doet het dan over. Jij bent toch die kleine jongen die dan het bedrijf van zijn vader overneemt. Ja. Hoe vaak dacht je nou, man, ga toch naar huis, ga even weg. Ik weet zelf al hoe het moet. Hij loopt nog steeds rond af en toe, zal ik je vertellen. Nee, hij loopt mij niet in de weg. Pa, gaat allemaal goed. Nee, voor ons is mijn vader en mijn moeder trouwens ook. Zijn twee hele belangrijke personen voor ons. Sowieso ondersteuning die zij geven in de winkel. Ze staan altijd achter ons. En het mooie is ook dat als Roos en ik op vakantie gaan, dan staat mijn vader nog steeds bij ons in de winkel. Dus wij kunnen niets zonder ze. En je vader John Philippe ook een belangrijk iemand, hè, binnen Stichting Winkelhof. Nog steeds in het bestuur, net als Jan Abbink. Die ook gewoon heel veel nog steeds voor het winkelcentrum doen. Ja. Ik weet niet of jij die prijs wel verdient. Nee. Want je hebt al een keer een prijs gewonnen in je carrière. Ja, klopt. Ik zag het inschrijfformulier van Remco binnenkomen. En die heeft wel eerlijk opgebiecht aan ons dat hij ooit een keer een kartwedstrijd gewonnen heeft. Nee, ik ben derde geworden. Oh. En dat was niet ik, maar dat was een van onze medewerkers. Oké, het verhaaltje wordt steeds eventjes net wat minder, zeg maar. Ik zag net wat beelden van Pestel, met wat mooie oorkondes en beeldjes. Maar stel dat hij nou wat wint, misschien dat hij dan één beker bij jou neer kan zetten. Dat zou mooi zijn. Jullie zitten toch in hetzelfde winkelcentrum. Ja. De jury vond het zo mooi dat jullie ook heel veel investeren in beurzen. En jullie gaan ook regelmatig naar het buitenland toe, hè, om beurzen te bezoeken. Wat haal je daar voor inspiratie op? Wat we er echt fysiek halen is natuurlijk gewoon de handel. Maar je ontmoet ontzettend veel mensen. En dat zijn ondernemers, dat zijn handelaren. En dat is gewoon ontzettend leuk om met die mensen in aanraking te komen. Je leert heel veel van ze. In de tussentijd loop ik natuurlijk al aardig wat jaren mee ook alweer. En wij kunnen ook aan andere mensen heel veel dingen leren. En dat maakt het gewoon leuk. Dus het is hoor en wederhoor. En dat bevalt prima. Ik zie jullie met van die fotoboeks werken. Je moet natuurlijk echt met je tijd mee. Want dit is het tijdperk dat iedereen selfies aan het maken is. Ja. En fotografie met zijn telefoon doet. De tijd dat je kon zeggen, nee sorry, mijn rolletje is vol. Bestaat ook bijna niet meer natuurlijk. Ja, telefoon is vol, horen we tegenwoordig. Oh, die is, ik moet meer gigabyte hebben. Ja, ja. Maar dat kan toch ook wel weer een enorme concurrent voor je zijn. Dat kan omzet kosten, toch?
Ja, maar niet als je het goed doet. We hebben inmiddels ook een eigen app laten ontwikkelen. Dus mensen kunnen een Foto Filippo app downloaden in de Play Store en in de App Store. Waarmee ze zelf hun foto's kunnen uitkiezen en kunnen versturen. Dat gebeurt, mensen kunnen dat in de winkel doen, maar ook gewoon thuis op een gemakje. En het voordeel daarvan is dat die foto's ook direct klaar zijn. Ik zag wat vraagtekens hier op wat gezichten bij wat politici. Waarom print je foto's van Gijs Holla? Ik zag een foto van Gijs Holla uit de printer komen, politicus in leven. Ja, mag ik nog even niet over praten volgens mij. Maar, dat was ontzettend grappig. Leendert heeft ons geïnterviewd. En hij moest een interview doen in Leiden. En dat, hij is geloof ik van D66, begreep ik. En die wilde even een foto van Gijs hebben? Nee, voor boven zijn bed waarschijnlijk. Nee. Hij wilde een testje gaan doen om te weten hoeveel Leidenaren weten wie die man is. Dus hij ging rond met die foto door Leiden. Ik heb het gezien en dat was een beetje, de een wist het wel en de ander wist het uiteindelijk niet. Ik heb het niet gezien. Voor de politieke vlog Make Local Great Again was dat inderdaad. Remco is dus ook genomineerd voor de Leidendorpse Ondernemersprijs met Foto Filippo. Remco, hoe staat het met je zenuwen? Nu gaat het wel. Nu ik jou weer zie. Fijn. Dat hoor ik vaker. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je wordt opgehaald. Wist je dat je met een limo werd opgehaald? Nee. Die stond opeens voor de... Ja, voor de deur, ja. Okay. Ja, kwartier te vroeg, maar ik was klaar. En dan stap je in, dan word je hier naartoe gebracht, dan stap je uit. Wil je nou ook echt winnen? Of heb je zoiets van dat ik hier zit is eigenlijk al gewoon zo gaaf? Nou, we willen allemaal winnen. Maar het feit dat je hier zo lekker kan zitten, lekker relaxed. En het is ontzettend comfortabel, kan ik je vertellen. Ook achter de coulissen. Het is gewoon ontzettend leuk dat je al genomineerd bent. En als je ziet hoeveel aandacht wij met z'n allen, de andere genomineerden ook, al hebben gekregen. De waardering, dat is echt hartstikke leuk. Dus... Dames en heren, Foto Filippo, ook een van de genomineerden voor de Leidendorpse Ondernemersprijs. Ja, en dan hebben we er nog eentje, of eigenlijk hebben we er nog twee te gaan. De volgende genomineerde is Sportcentrum Van Hout. Sportcentrum Van Hout bestaat al meer dan 50 jaar. Het bedrijf werd opgezet door Theo Van Hout en werd overgenomen door zijn zoon Roger Van Hout. De grootste passie in het leven van Roger is sport. Ja, ik hou verschrikkelijk van sporten. Ik sport al vanaf mijn vierde. Ik heb gejudo'd, ik tennis, ik volleybal, fitness. Ik heb de Alpe d'Huez gefietst. Ik hou van schaatsen, van skaten. Echt alles wat met sport te maken heeft, dat vind ik fantastisch. Dus sporten doe ik mijn hele leven en dat zal ik altijd blijven doen. 25 jaar lang was Sportcentrum Van Hout de enige sportschool in Leiderdorp. Tegenwoordig is er veel concurrentie. Hoe gaat het bedrijf daarmee om? We staan natuurlijk al ruim 50 jaar. En we hebben wat dat betreft een uniek concept. We hebben de judolessen, de karatelessen, de conditietraining. Maar ook alle groepstrainingslessen. We kennen alle klanten van naam. Dat is ook natuurlijk heel erg belangrijk. Het is echt een familiebedrijf. En we doen het met passie, we doen het met hart en ziel. We vinden het heerlijk om de lessen te geven. De mensen voelen zich thuis hier en dat zorgt ervoor dat ondanks alle concurrentie we nog steeds een hele belangrijke plaats innemen in Leiden-Dorp op sportgebied. De techniek blijft zich ontwikkelen, zeker ook in de sportscholenbranche. Ja, ik ben nu lekker aan het fietsen. Voorheen moest je natuurlijk altijd een stek- en stopcontact doen. Dat kost energie. En nu gebruik je je eigen energie om het apparaat te starten. Dus je hebt geen stroom meer nodig. Beter voor het milieu. En heel goed voor je conditie. Ook is Sportcentrum Van Hout de motor achter de Oranjeloop tijdens Koningsdag. Ja, de Oranjeloop is een traditie in Leiderdorp. Mijn vader is er in 1970 mee begonnen. Het is natuurlijk fantastisch om alle Leiderdorpers, of zoveel mogelijk Leiderdorpers, in beweging te krijgen. De Oranjeloop is een traditie op Koninginnedag en nu op Koningsdag. En we zullen dat nog veel jaren blijven doen. Al 48 jaar overigens. Mijn vader heeft dat 24 keer georganiseerd. En ik 24 keer. En de opbrengst wordt traditioneel geschonken aan de Oranje Vereniging. Sportcentrum Van Hout is er voor een brede doelgroep. Veel oudere mensen sporten hier en veel jonge kinderen gaan er naar judolessen. Nou, ik ben klaar om de ondernemersprijs in ontvangst te nemen. Ik ben een beetje bang van je. Ik kan nog een keer voor op het podium. Ik daag je uit. Is goed, kom maar. Oké. Ik heb een zendertje in, maar hebben we hier genoeg ruimte dan? Of? Wil je over het publiek vliegen? Nee. Doe maar doe het stoeltje. Ja, nou wil ik het zien ook. Of zijn er andere vrijwilligers die dit... Ik wil alleen de
Alleen de heupworp. Alleen de heupworp. Nee, dat klinkt een stuk fijner. Ja, wat moet ik doen? Wat wil je? Voor de foto. En dan komt hoor. Oh, oh. Nog, nou moeten we hem even afmaken, toch? Nee, oké. Okay. Goed. Ik had toch liever... dank je. Ik had nog zo gehoopt om met Kirsten te dansen, maar dit was ook een hele belevenis. Even kijken, deze is voor jou. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, Roger. Een sportcentrum, wat je overneemt van je vader uiteindelijk. Dat ging vrij plotseling toen, hè? Ja, helaas is mijn vader in 1993 plotseling overleden. Tijdens een fietsvakantie. Ja, toen moest het bedrijf natuurlijk voortgezet worden. En toen zijn we in een team zijn we eigenlijk verder gegaan. We hebben een aantal mannen die hebben mij daarin geholpen. Maar het was inderdaad een heel abrupt einde van het leven van mijn vader. Het was heel verdrietig. En ja, dan moet je een bedrijf voortzetten. En ja, ik gaf 40 uur les in de week. Ik wist begot niet hoe die het deed. Hè, want dat wist hij alleen zelf. Dus het is een hele uitdaging geweest. Dus de eerste keer dat je groepsles deed, dacht je ook wel? De eerste keer, ik was echt een judoka. En de eerste keer dat ik groepsles, ik weet nog dat ik groepsles op muziek moest geven. Omdat de lerares, die had er knieband gescheurd. Dus dan moest ik inderdaad een conditietraining geven op muziek. En dat was toen nog niet helemaal mijn ding, moet ik zeggen. Maar... Nou ja, nu heb je het verder uitgebreid. De Oranje Prestatieloop, dat doe je dus ook al jaren in het dorp. We zagen in het filmpje wel dat er is concurrentie in Leiderdorp. Volgens mij is er geen enkele gemeente in Nederland waar zoveel sportscholen zijn. Je was ooit een van de weinigen hier in het dorp. Er zijn er een heleboel bijgekomen. Heb je ooit gedacht van, oh jee, er komen grote ketens bij, misschien wat kleinere sportscholen. Ga ik dit wel overleven? Heb je moeilijke periodes gehad daarin? Dat wel natuurlijk, want je vist met z'n allen uit dezelfde vijver. Aan de andere kant, we hebben eigenlijk wel een uniek concept. We hebben een heel gezellig familiebedrijf, we doen het met hart en ziel. En ja, iedereen heeft toch zijn eigen publiek. Maar er is wel een tijd geweest dat het eventjes een beetje lastiger was. En dan is het gewoon belangrijk om er veel energie in te steken. En ja, wat heel belangrijk is om bij jezelf te blijven. Maar nu gaat het goed, hè? Jullie hebben ook een sociale functie. Mensen aan de bar die toch ook altijd eventjes net wat langer blijven zitten. Gezondheid is echt een hele belangrijke pijler voor jullie. Ik weet dat de jury daar heel erg van onder de indruk was dat die gezondheid voor jou heel belangrijk is. Waar komt die drive vandaan? Eigenlijk... Is sporten en bewegen is altijd een enorme passie geweest. Maar ja, eigenlijk, ik heb als kind zijnde, mijn lever functioneert niet helemaal optimaal. En toen ben ik eigenlijk overgegaan op gezonde voeding. Toen merkte ik al wat eigenlijk alleen al biologische voeding met je lichaam doet. En ja, daar ben ik steeds meer, die lever is steeds beter geworden. Ik ben gezond verder. Maar ja, die passie voor gezondheid, voor... bewegen, voor sporten, dat zit een beetje in mijn genen. Ik vind het heerlijk. Het heeft gewoon mijn interesse. Nou, als we nu de zaal hier inkijken, hoeveel van deze gezichten zie jij 1, 2 of 3 keer per week bij jou in de sportschool? Ik ga eens even kijken. Nou, om te beginnen zijn er heel veel mensen die, als iedereen nou zijn vinger opsteekt, die bij ons gesport heeft of kinderen heeft gehad, bij ons in ons sportcentrum. Nou. Huh? Oh. Even voor de mensen thuis die nu naar Unity TV zitten te kijken, er gaan best wel veel handen omhoog. Roger, heeft dat te maken ook met dat judo? Ja, kijk, kinderen die kwamen natuurlijk al. Vroeger gingen bijna alle kinderen judo. Omdat judo is natuurlijk ontzettend goede sport voor kinderen. Dus de ouders komen dan ook mee. En later hebben we dus het fitness opgezet. We zijn de enige geweest in Leiderdorp, 25 jaar. En we hebben het hele fitnessgebeuren opgezet. Mensen kwamen fitness, die hele hype die hebben we meegemaakt. En nog steeds komen er veel kinderen naar de judo, nog 900 klanten en ouders die komen. Het is nog steeds een gezellige toestand. Of je nou gaat winnen of niet, en jij mocht mij net op de grond gooien, het is je niet gelukt, maar je mocht het wel doen. Ik wil het heel graag een keer doen, Rudo. Want jij wilt het graag, hè? Eigenlijk stiekem dan weer wel. Ik heb een voorstel voor je. Of je nou wint of niet vanavond, zullen we een keertje een LOV-netwerkbijeenkomst doen bij jou in de hal. En dat we dan vooraf, laten we het maar vooraf doen, want daarna wordt er wat gedronken natuurlijk. Dat we dan een soort van groepsles met de LOV-leden bij jou doen.
Een judolesje, oh, dat doe ik graag. Een judolesje zelfs. Zijn er ondernemers van de vereniging die dat wel zien zitten? Nou, er zijn een heel stuk minder vingers dan net. Nee, zijn er die het niet zien zitten? Dat is er maar één. Oh, Ernst Rob. Nou, misschien ook wel beter. Ga jij kijken. Ja. Weet je, hoe oud ben je? Nou, we doen wel iets van balanstraining. Is ook hartstikke leuk. We vinden wel wat. Ja, zeker. Dames en heren, Roger van Hout van Sportcentrum van Hout. Succes zo meteen achter de coulissen. Dankjewel. Wij gaan naar de volgende genomineerde. En dat is de laatste voor vanavond. Dansschool De Rode Sneakers. Rode Sneakers is in korte tijd gegroeid. De dansschool van Kirsten Remmers heeft inmiddels ruim 430 leden. Naar hoeveel leden wil ze doorgroeien? Ja, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk dansende kinderen, volwassenen wil ik in mijn dansschool hebben. Kirsten leeft op dit moment haar droom. Ik ben nu vooruit aan het denken van hoe ga ik hiermee verder? Ik zou graag een nog iets grotere dansschool willen hebben, waarbij ik meer dansstijlen kwijt kan. Op dit moment zitten we namelijk helemaal vol in het lesrooster. Dus wat meer ruimte zou op dit moment heel erg fijn zijn. Dus dat is nu mijn droom. Ruim 400 leden dansen bij de Rode Sneakers. Daarmee is de school van Kirsten erg populair. Waar komt die populariteit vandaan? Eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Voordat ik hier begon, waren er zoveel dansscholen in Nederland, op dit moment nog steeds. En ik dacht, dat gaat me nooit lukken. Maar binnen een half jaar tijd zat ik al op 100 leden. Dus toen dacht ik van, wow, dit gaat eigenlijk wel heel erg snel. Ja, ik denk gewoon dat het komt dat niks moet hier. Het is een hoop lol met z'n allen, gezelligheid en gewoon heel veel fun. Gewoon lekker dansen en iedereen kan lekker meedoen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Bij de Rode Sneakers komen niet alleen kinderen en jongeren dansen. Er is ook dansen voor volwassenen. Wellicht iets voor ondernemers? Nou, wie weet. Ik geef samen met onze docenten Ashley Zaad geven we een dansles voor volwassenen. En dat is een beetje vergelijkbaar met street dance, jazz ballet. En eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen daarin kan stappen. Dus ook al heb je ervaring of niet. Het moet voor iedereen leuk zijn die gewoon even voor de fun gedachten op nul en gewoon lekker dansen op muziek. Dat is de bedoeling. De dansschool is nu 2 jaar gevestigd in Leiderdorp. Is het dorp belangrijk voor Kirsten? Ik ben geboren in Leiderdorp. En ik woon op dit moment in Leiden, maar ja, ik weet niet, als je ergens vandaan komt, dan wil je gewoon daar verder, ik weet niet. Rode Sneakers is de beste. Ken je linksom, ken je rechtsom, maar het is gewoon zo. Het is de leukste plek in Leiderdorp. Rode Sneakers voor binnen! Dames en heren, Kirsten. Ja, en dit is eigenlijk voor de allereerste keer dat ik Kirsten zonder trainingspak aanzie. Want ik zie je eigenlijk altijd met een joggingbroek aan en met een t-shirtje waar dan de Rode Sneakers op staat. Ja, vanavond heb je gewoon een jurkje aangetrokken. Heb je er nog overwogen om toch een trainingspak aan te trekken? Nee, voor zo'n speciale avond trek ik wel iets aparts aan. Hoe speciaal is die avond voor je? Ja, heel bijzonder. Het is wel allemaal heel onwennig en gek. Ja, nou was jij een van de genomineerden die ook vroeg hoeveel kinderen mag ik meenemen hier naar de uitreiking. Zitten ze allemaal nu thuis te kijken voor de televisie? Ja, ik denk dat er een hele hoop zitten te kijken. Oké, okay, zullen we even naar ze zwaaien dan thuis? Ja, daar zitten ze daar op die camera inderdaad. Daar zit je dan. 430 leerlingen, tenminste toen we dit filmpje gingen opnemen. Ja, dat zijn er inmiddels alweer wat meer geworden. Ja, het succes van de Rode Sneakers, dat had je zelf natuurlijk ook nooit zo kunnen dromen dat je zo'n groot succes zou hebben. Ik weet nog dat ik jou een paar jaar geleden voor de allereerste keer tegenkwam bij de uitreiking van de Leiderdorpse Sportprijzen. Toen was je mee met Sportfondsen Leiderdorp. Ja. Sindsdien zie ik jou echt overal. Al die kinderen hebben Rode Sneakers t-shirtjes aan, je hebt heel veel merchandise. Heb je zoveel verstand van marketing of volg je gewoon je gevoel? Nee, helemaal niet. Ik doe gewoon maar wat eigenlijk. Ja, ik heb gewoon iets op de markt gebracht wat kinderen gewoon wijs gaaf en cool vinden en dat werkt. Nou heb je, je hebt ook docenten, Ashley Zaad is een van jouw docenten, zij is ook dat is wel leuk om te vertellen, Ashley is als er darter op televisie is, dan is Ashley de dame die met de darter op komt lopen, zeg maar, en die geeft bij jou dan les. Ja, je hebt een heel leuk team om je heen verzameld, ik hoor jou stiekem ook zeggen, de ruimte wordt een beetje te klein. Ja. Maar dat wordt dan een dubio, want je zit aan de ene kant heel lekker bij Sportfondsen Leiderdorp, maar aan de andere kant wil je groter. Hoe ga je dat oplossen? Nou, voorlopig zitten we nog wel goed daar.
De samenwerking tussen mij en het zwembad is echt ontzettend leuk. Dus voorlopig blijf ik daar en we zien wel wat de toekomst brengt. Ja, wat verwacht je van vanavond? Want er is twee keer een tussenstand geweest van de publieksprijs van de Leiden Dorps Ondernemersprijs. Ja, jij zat iedere keer één, volgens mij keer 39% en nog de tweede keer was hoeveel procent? Geen idee. 34 of zo, 35 zoiets. Ja, heb jij zo'n grote achterban? Nou ja, de kinderen vooral, die zijn gewoon aan de slag gegaan. En die hebben gewoon hele scholen, voetbalteams, hockeyteams. Ja, ze zijn allemaal gaan stemmen op mij. Ze hebben gewoon iedereen een beetje onder druk gezet. Ja, ja, Roger die is nu natuurlijk net weg. Die belde mij van het weekend. Hij zegt, ik heb heel hard mijn best gedaan. Kan er nog een tussenstand komen? Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Dus er kan echt nog, van alles gebeuren. 430, iets meer dan 430 leerlingen heb je nu. Tot hoeveel kan je doorgroeien? Tot waar kan dit succes doorgaan? Ja, ik heb geen idee. Het ligt ook een beetje aan als de locatie iets groter zal worden, dan kan dat natuurlijk oneindig zijn. Ja. Dat kan ik niet zeggen. Ik heb thuis de discussie dat ik niet kan dansen. Tenminste, dat vindt mijn vriendin. Kan iedereen dansen? Ik vind van wel. Iedereen kan dansen op zijn eigen manier en hoe dat er verder uitziet, dat maakt verder niet uit. Dus ik kan gewoon zeggen, schat, ik dans op mijn eigen manier. Ja, tuurlijk. Kijk, hartstikke iedereen. Goed. Hey, dankjewel. Ja, ik zou zeggen, ga lekker weer naar achter. Word je een beetje goed verzorgd? Hoe gaat het eraan toe achter? Wat gebeurt er allemaal? Nou, ze zijn allemaal wel heel erg zenuwachtig hoor. Toch wel. Ja, ze zitten nu achter, zitten ze ook op een scherm met ons mee te kijken. Dat scherm, dat staat daar aan. Dus laten we ze allemaal nog één keer een applaus geven en natuurlijk ook voor jou, Kirsten. Dankjewel. Zo. Zit even te kijken of na de judo-worp alles nog een beetje fatsoenlijk zit, maar dat gaat goed. De uitreiking van de loftrompet, de LOV-trompet, is een aanmoedigingsprijs voor ondernemers die nog niet zo heel lang bezig zijn in Leiden-dorp. Maximaal 3 jaar mag je onderneming hebben en ook dit keer hebben we weer een ondernemer gevonden die niet langer dan zo'n periode bezig is en die volgens de jury de loftrompet verdient. En degene die hem uit gaat reiken is Erik Versnel van Rabobank Leiden-Katwijk. Erik, hi. Heb jij ook een foto van Gijs Holla? Ja, verdraaid. Nee, helaas niet. Ik heb hier een prachtig juryrapport. Ja, juryrapport voor een startende ondernemer. Startende ondernemers zijn ook voor Rabobank Leiden-Katwijk erg belangrijk. Waarom zijn juist die starters zo belangrijk voor jullie? Ja, in onze missie staat dat wij heel graag ondernemers helpen groeien. En vooral eigenlijk gezond willen helpen laten groeien. En starters zijn gewoon belangrijk voor onze economie. Starters zijn belangrijk voor nieuwe producten en diensten, zoals bijvoorbeeld Kirsten ook laat zien. Maar starters zijn belangrijk ook voor werkgelegenheid en voor de economische verdienkracht van ons land, maar ook dan van Leiderdorp. En ja, dus daarom heel logisch dat wij als Rabobank gewoon starters extra steunen. Want juist in die startfase heb je het heel druk, komen heel veel nieuwe dingen op je af en dan moet je heel veel dingen goed regelen. En ja, daar is gewoon extra hulp bij nodig. Dus wij helpen starters niet alleen met een financiering soms of met betaalproducten, maar ook met ze in contact brengen met goede andere adviseurs of hun netwerk ook vergroten. Ja, jij hebt hier het juryrapport. Ik plak even de prijs erbij. Het is de loftrompet. Ja, mooie naam. Het is een beeldje met een mannetje of een vrouwtje. Dat weet ik niet, maar in ieder geval heeft hij een trompet in zijn hand. De loftrompet is dus een prijs voor een ondernemer die nog niet heel lang bezig is, maar die wel erg is opgevallen bij de jury. Het kan zijn dat je bij zin 2 of 3 misschien je eigen onderneming al wel herkent. Ja, het zou lullig zijn als je het dan net niet bent, dat je precies hetzelfde doet als onze starter. Maar zou jij ons willen vertellen wie die winnaar is? Ja, ik kan het gaan voorlezen. Ik ben er langs gereden vanavond. Ja, maar als je op de Engelendaal rijdt of de Persland Snoepweg, kom je langs een heleboel dingen natuurlijk. En het was er ongelooflijk druk binnen. En dat bevestigt maar dat gewoon op een rustige dinsdagavond, bij wijze van spreken, het daar ook druk is. Dus misschien moeten we gewoon maar de naam verklappen. Ik vind het een goed idee. Wie is het? De winnaar van de Loftrompet 2018 is geworden Bel Air Diner. Bel Air Diner is de winnaar van de Loftrompet. En als het goed is, zijn ze met man en macht met de smoes hier naar de zaal toegelokt. Ja, of ze doen nu net of ze er niet zijn en ze blijven in de zaal zitten. Dat kan natuurlijk ook. Is er iemand van Bel Air Diner dan? Anders gaan we gewoon het beeldje langs. Ik denk nog niet, want het is vanavond ook de burger en beeravond bij ze.
Maar ik vind het wel leuk om wat toe te lichten van wat de jury heeft gezegd. Nou, jullie kennen het ongetwijfeld. Hè. Ze hebben het Amerikaanse concept naar Leiderdorp gehaald. Ze blinken uit eigenlijk door hun menukaart, door de sfeer ook in het restaurant. Door de kwaliteit die centraal staat. Ook goede kwaliteit van producten en van bijvoorbeeld het vlees wat ze gaan gebruiken. En het heeft een hele belangrijke impuls gekregen. En ook echt, en ik heb het vanavond ook zelf mogen zien, al direct heel veel nieuwe klanten. Dus oprecht een mooie winnaar. Maar ben je er nou alleen langs gereden of heb je er ook gegeten? Je weet het menu, je weet alles bijna van. Nee, maar ik ga er wel een keertje langs om ook te eten. Wij gaan dit in ieder geval bij ze afleveren. De winnaar van de Loftrompet, Bel Air Diner. Ja, Erik, jij blijft nog even bij mij op het podium. Ik zou zeggen, kom lekker zitten. Nou heb ik hier, ja, ik weet niet of het er staat voor de fun of dat we het echt kunnen drinken, maar wil je een glaasje water? Of? Ja, het ziet er gezond uit, dus laten we dat maar doen. Ja, dus even kijken hoe dat, als jij je glas eronder houdt. Even kijken, close en open. Dit is dan, ja, nou, heel gezond water. Dit zal voor Roger van Hout, die zal dit wel leuk vinden, denk ik. Met aardbeien, met mint. Wil je ook een glaasje? Ja, lekker. Laten we dat doen. Jullie hebben ook een glaasje water, dus dan vind ik dat wij ook om mogen. Dankjewel. Ja, Erik, jij bent sponsor met de Rabobank. Ja. En nou, dan ben je ook nog eens een keer de machtigste man van de regio geworden. Maar dat vind je niet het juiste woord, hè? Nee. Ik heb vlak voor kerst dan bij de BV Leiden dan de titel van de machtigste man van Leiden. Maar het is een beetje een prijs met een knipoog. We zien het wel als een waardering voor wat we als Rabo doen in de regio, ook in Leiden. Ook voor heel veel voor ondernemers. Dus een mooie persoonlijke aanmoediging ook. Het gaat dan eigenlijk om meest invloedrijk, misschien wel een mooier woord. Hè? Into Business en BV Leiden, inderdaad, tijdens die borrel is dat uitgeroepen. Nou ja, daar gaan we misschien zo meteen nog wel even verder over. Allereerst een terugblik op 2017. Hoe is het met de bank gegaan? Ja, met de Rabobank hier in Leiden-Katwijk is het heel goed gegaan. En we zijn heel blij dat we onze functie ook goed hebben kunnen uitoefenen. 2017, om misschien een paar getallen met jullie ook te delen. Ik weet dat er veel klanten ook in de zaal zitten. Ook veel leden van de bank. De woningmarkt is enorm aangetrokken. En we hebben voor bijna 320 miljoen nieuwe hypotheken mogen verstrekken. Nou gaat het niet om de hypotheken, maar het gaat vooral om de woonwensen van klanten die daarachter zitten. Dus dat zijn ongeveer 1200 mensen die een woonwens met een hypotheek hebben in vervulling zien gaan. En wat ook wel aardig is, is dat we ook heel veel ondernemers ook aan een hypotheek hebben geholpen. Voor ondernemers is het soms ook moeilijk natuurlijk, omdat je inkomen niet altijd bestendig is. En ook daar willen we proberen als Rabo extra ver in te gaan, om toch gewoon vanuit vertrouwen in de ondernemers hen ook te helpen om privé dan een goede hypotheek te hebben. Dat ze ook naast heel hard werken, wat ze vaak doen, ook goed te wonen. Dus dat voor de woningmarkt. Voor zakelijk zien we dat de economie, en ik heb dat al eigenlijk al een aantal jaren ook geroepen, dat het gewoon heel goed gaat met de Leidse regio, ook hier in Leiden-Dorp. We hebben voor 127 miljoen financieringen mogen verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt hier in de Leidse regio. En dat was bijna 30 miljoen meer dan vorig jaar. Dus dat zijn goede tekenen ook voor de economie. Dus het gaat goed met de regio? Ja, het gaat heel goed met de regio. We zien groei, we zien ook nieuwe concepten. Natuurlijk is niet altijd voor iedereen makkelijk. We zien ook ondernemers die ook onder druk staan. En het is ook heel belangrijk, ook in deze tijden, waarbij heel veel dingen heel snel gaan in de maatschappij, je producten en diensten ook snel kunnen verouderen, dat je ook heel snel innoveert. Dus wij stimuleren ook heel erg innovatie, want het goede resultaat van vandaag is niet voldoende. En heel hard werken voor je omzet van vandaag. Dus wij dagen ook wel ondernemers uit. Ben ook bezig met de omzet van morgen en eigenlijk nog mooier van overmorgen. Je wordt getekend. Wordt het wat, Frank? Lijkt die? Frank die denkt, ja shit, is toch mijn baas. Oh, het valt mee. Frank is altijd eerlijk genoeg hoor, dat is geen enkel probleem. Nou, je wordt hier getekend dus. En de Rabobank zegt altijd, wij zijn dichtbij. Ja. Waar blijkt dat nou uit? Nou, dat blijkt denk ik onder andere uit zo'n avond zoals hier, dat we hier zijn. Ook met een vijftal collega's hier, die hier vooraan staan. Je ziet in de maatschappij dat steeds meer grotere bedrijven ook verder weg raken. Hè? Dus digitalisering, internet, ook banken natuurlijk. Je kan heel veel bankieren met je mobiele telefoon. Waarom zou je nog naar een bankkantoor gaan? We zien dat bezoek ook teruglopen natuurlijk. Maar we vinden het wel belangrijk als Rabobank om heel dichtbij te zijn bij de mensen. Soms als bank.
Dus we hebben bijvoorbeeld ook voor kwetsbare doelgroepen die het moeilijk vinden om met internetbankieren om te gaan, hebben we ook mobiele adviseurs die bij mensen thuiskomen. Nou, dichterbij kan het bijna niet eigenlijk. Maar ook om ze te helpen met workshops, om in die snelheid ook nieuwe dingen dan te leren. En daarnaast vinden we het ook belangrijk om dichtbij te zijn voor ondernemers. Area 071, hè, van Bart en Arjan hier, een van onze accountmanagers van midden- en kleinbedrijf, die zit daar ook één keer per week een dag. We zitten ook in HubSpot. Maar ook dichtbij te zijn voor gewoon de samenleving in alle initiatieven die we verder doen. Ik vind het altijd mooi om te mogen zeggen dat wij meer zijn dan een bank. Vanuit onze coöperatieve grondslag willen we echt ook bijdragen aan die maatschappij en aan de samenleving. En ja, het is heel mooi dat we daar, wat we vanavond natuurlijk ook gaan doen, een groot stuk van onze winst ook terug mogen laten vloeien naar de maatschappij. Via bijvoorbeeld het Wensenfonds. Ja, waarom doen jullie dat in combinatie met de ondernemersprijs? Ja, dat was een leuk initiatief. Wij zaten te kijken en na te denken. We hebben gisteravond de avond in Katwijk gehad, waar we ook Wensenfonds onze ledenavond hebben gehad. Maandag in Leiden. Dus we zaten te denken, moeten we nou Leiden en Leiden-dorp gaan combineren? En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, kunnen we niet aanhaken hier? Natuurlijk bij de LOV, bij de uitreiking van de prijs. En dat is eigenlijk ook wel een mooi voorbeeld. Wij doen dingen heel graag samen met Rabo, met anderen. En dat we mogen partneren, ook met de LOV. Ja, ik vind het een fantastisch concept. En kijk, het gemeentehuis pelt uit. Dus we maken het nog leuker en drukker en gezelliger met elkaar. Ja, en we gaan zo meteen die prijs uitreiken. Allereerst gaan we even kijken naar een filmpje van wat Rabobank nou eigenlijk doet allemaal in die regio Leiden. Ja, dat is wat jullie als lokale bank doen. Jullie ondersteunen enorm veel. Ja, jullie zijn coöperatieve bank en jullie stellen ook coöperatief dividend beschikbaar. Dat klinkt heel chic en heel duur, maar eigenlijk is dat we gewoon nu overgaan naar het uitreiken van het Wensenfonds en een stukje terugdoen voor die regio waarvoor je aan het werk bent. Hè? Dat is waar het op neerkomt. Ja, ja, dus ons Wensenfonds, dat is dus eigenlijk een deel van onze winst, 6% van onze winst, wat we terug laten vloeien. Waarop ook dan met het Wensenfonds een aantal verenigingen en stichtingen die dus bij ons bankieren. Hè, want het is ook geld wat heel veel klanten en leden van de Rabobank, ook jullie hier aanwezig, bij elkaar hebben dan gebracht. Dan kan je eigenlijk een aanvraag doen. Vervolgens hebben we onze ledenraad die dat beoordeelt of het voldoet aan de criteria. En hebben de leden en de klanten kunnen wensen of te kunnen stemmen op alle wensen. En ik vind het mooi dat we ook een groot aantal Leiden-dorpse wensen vanavond met een mooie financiële steun mogen honoreren. Ja, en wie gaan de checks uitreiken met mij? Ja, nou, ik zei al dat een aantal collega's hier dan zijn. Frank van Noord, jullie alle bekend natuurlijk ook in Leiden-dorp. En Rens van der Tol, ook vanuit kantoor Leiden-dorp.
Dus die mogen het echter gaan bekendmaken. Mannen, kom er gezellig bij. Erik, ik wil jou bedanken en neem lekker plaats in de zaal. Erik Versnel. Frank, welkom. Rens, welkom. Ja, ik ga eventjes... ik ga er niet vandoor. Nee, zeker niet. Ik moet even wat voorbereiding doen. Frank, jij alvast de microfoon. Dankjewel. Dan niks laten zien, hè? Ik ga nog niks... Nee, dit moet... Ik ga even kijken, want dit hebben we zo afgesproken. Ik heb hier echt een heleboel geld in mijn handen. Alsjeblieft. Dankjewel. En alsjeblieft. Ja, er zitten hier een aantal genomineerden in de zaal van het Rabobank Wensenfonds. En die gaan we vanavond dus in het zonnetje zetten. En die gaan met een enorm bedrag naar huis. Dat kan ik al wel alvast verklappen, dat een enorm bedrag is. En die winnaars, die gaan we hier uitnodigen. En dat zijn allemaal Leiden Dorpse verenigingen en instellingen, Frank, die vanavond een bijdrage gaan krijgen. Ik wil graag op het podium Florio Kids, PCB De Regenboog, de Leidendorpse Reddingsbrigade, de Protestantse Gemeente, Stichting Leidendorps Museum, Stichting Muziekonderwijs Leidendorp, Stichting Vrienden van de Koningin Julianaschool en Nieuw Buitenzorg. Laten we hier gaan staan met z'n allen. Daar sta je dan inderdaad, ja. Ik wil jouw microfoon even terug. Ja, als jullie lekker hier gaan staan, ja, dat moeten we toch een beetje organiseren, zo vol podium. Ondertussen komen ze erop. Wie is hier van Florio Kids? Oh, kijk, dan kom ik eerst naar jullie. Zo, ja, laten we de krukjes even een beetje naar achter zetten. Ja, ik ben gewend om een beetje vooraan te staan met mijn lengte, dus laten we hier komen. Hoi, wie ben jij? Maaike. Maaike van Florio Kids. Ja, van Florio Kids. Ja, een wens in het Rabobank Wensenfonds. En dat betekent dat jullie een bijdrage willen. Florio Kids is kinderopvang, hè? Ja, klopt. En wat wensen jullie dan? Wij wensen een speeltoestel voor onze nieuwe locatie. En wat moet dat speeltoestel kunnen? Ja, een veilige speelplek voor de kinderen. Wat kost zo'n ding? Ja, dat ding is dan weer net alsof het niks is natuurlijk, maar wat kost zo'n speeltoestel? Daar, ons oude klimtoestel was iets van 15.000 euro of zo. 15.000 euro, oké. Okay. Jullie hebben een aanvraag gedaan voor het Wensenfonds. Ja. Hoeveel zouden jullie willen hebben? Nou ja, alles is mooi meegenomen, denk ik. Alles is mooi meegenomen. Ja. Frank, heb je nog een euro in je binnenzak zitten? Heb jij de cheque van Florio Kids toevallig in je handen? Ja? Oké, okay, nou, kom er even bij dan, want dan gaan we de eerste cheque van vanavond uitreiken voor het Rabobank Wensenfonds. Frank, welk bedrag krijgen ze? Ja, ik moest de spanning opbouwen, toch? Nou, ik vind het al behoorlijk spannend. Ja, vind je het al heel spannend? Ja. Nou, er zat wel een max ook bij het Wensenfonds. Dus dat hebben we ook bewust gedaan, want we willen het ook een beetje eerlijk verdelen over de verschillende verenigingen die meedoen. Maar jullie hebben voldoende stemmen binnengehaald om toch het max te halen. Dus wij gaan 5.000 euro uitreiken aan Floreo Kids. Floreo Kids krijgt een cheque van 5.000 euro. Die is voor jullie. Met een zoen van Frank. Dan ga ik even kijken, de regenboog. Wie is er van de regenboog? Kijk, dan gaan we helemaal in het hoekje. Hoi. Hallo. Ik ben Rudo, wie ben jij? Ik ben Roel. Roel, en wat wensen jullie? We zitten een beetje in hetzelfde genre, moet ik zeggen. Want ook wij gingen voor een speeltoestel, of meer specifiek een klimtoestel voor op ons schoolplein. Dan kunnen jullie bij elkaar gaan spelen, uiteindelijk. Als wij bij elkaar in de buurt zouden zitten wel. En wij zitten wel met collega's van jullie in de buurt, maar... Andere locatie. Maar dan hoef ik niet te vragen hoe duur zo'n speeltoestel is. Jullie willen dat dus heel graag ook hebben. Waarom is een bijdrage uit een fonds gevraagd? We hebben het afgelopen schooljaar een hele grote verbouwing gehad van ons schoolgebouw. En dat ziet er nu, kan ik zelf volledig vooringenomen zeggen, prachtig uit. En ook zowel aan de binnen- als de buitenkant. Het schoolplein blijft wel heel erg achter. En dat zijn plannen voor om dat nu helemaal weer te gaan opknappen, ook voor de wijk. En op zo'n schoolplein hoort natuurlijk een beetje entourage, waaronder een klimtoestel wat er vroeger heeft gestaan, nu niet meer, en wat we heel graag terug willen geven aan de kinderen. Nou ja, Frank, als het goed is, heb jij hier ook weer de cheque voor in je handen. Oh, je kijkt ook heel serieus erbij. Ja, ik ben een beetje bang van Roel, want we hebben heel veel benden gemaakt bij hem op school, toen we de nominaties bekend kwamen. Oh, dat was maken. Met dat filmpje met die confetti. Ja, dus ik hou bewust een beetje afstand. Nou ja, op zich denk ik, laten we het zo zeggen... Stel, je hebt een cheque van 5.000 euro, dan zouden je dat vast wel een keer kunnen vergeven. Dan vergeven we die confetti-snippers die nog steeds in ons plafond zitten. Nou, we komen ook graag langs om te kijken als het speeltoestel onthuld wordt. Want dat is volgens mij ook een mooie plek, ook voor de buurt, hè, centrale plek. En we mogen jullie ook verblijden met een cheque van 5.000 euro. 5.000 euro. Gefeliciteerd met de cheque, die is voor jullie. Ga ik ondertussen op zoek naar de Leidendorpse Reddingsbrigade. Ja, jij bent van...
Ja, maar jij bent, dat is niet eerlijk, jij bent van heel veel organisaties. Want volgens mij stond je ook als sportvrijwilliger al bij mij op het podium een tijdje geleden. Nee, daar stond ik niet bij. Daar stond je niet bij? Nee, daar stond ik niet bij. Oh, oké. Okay. Nee. De reddingsbrigade. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ja, nou, wij leiden dus op tot het redden van drenkelingen uiteindelijk. Dus preventief en bewaken ook tijdens de Sint-intocht bij ons hier in Leiderdorp. Dus ja, het is belangrijk. Het is belangrijk om te bewegen voor de kinderen zelf. En dat ze daarnaast ook nog iets kunnen leren om behulpzaam te kunnen zijn in de maatschappij. Ja, dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Verdrinken er veel kinderen hier in de regio? Nou, dat valt gelukkig mee. Maar ja, een ongeluk zie je altijd in een klein hoekje. Dus voorkomen is altijd beter dan genezen, zeggen we altijd maar. Nou, maar ja, ja. En jullie willen lesmateriaal aanschaffen? Ja, lesmateriaal. We willen flippers, redklossen, die rescue tubes. Zodat we echt de lessen voor de nieuwe diploma-eisen we dat extra kunnen ja, invullen, zeg maar. En hoeveel hebben jullie daarvoor nodig? We hadden 3000 euro hebben we ingediend, zeg maar, om weer goed in ons materiaal te komen. Frank, ook hier heb jij weer een check voor jou. Het is echt heel dicht tegen je aan, hè, om het toch gewoon even spannend te houden. Hoeveel krijgt de reddingsbrigade? Anders kijkt iedereen mee natuurlijk en dan wordt het al geroepen. Dat is natuurlijk zonde, hè? De verrassing. Maar jullie komen een heel eind met lesmateriaal, want dan gaan jullie een check van 2000 euro geven. 2000 euro voor de Leiderdorpse reddingsbrigade. Ja, de volgende op mijn lijstje is de protestantse gemeente. Oh, nou, je hebt niet meegekeken, toch? Absoluut niet, zou ik niet durven. Jullie doen iets wat ik ook wel heel erg leuk vind. Ik ben zelf, ja, je zou het misschien niet weten, maar ik ben zelf kerkorganist. Zo, en, dat klinkt heel goed. Ik kom af en toe heel moeilijk bij de pedalen, dat wel. Maar jullie willen het orgel repareren. Is die kapot? Nou, zoals je weet, is het orgel waar het om gaat, dat staat in een juweeltje van een monument in Leiderdorp, dus Dorpskerk. Daar staat een orgel, nou dat van Mitterheid uit 1781. En als een echt organist weet u dat er een windvoorziening in een orgel zit. Nou, anders moet je zelf trappen, hè? Dat, juist, maar daar wil ik ook wat over zeggen. Maar allereerst, dat is een soort blaasballig. En die wordt mechanisch gevuld met lucht. En door een gewicht wat daarop staat, krijg je een constante stroom van lucht, waardoor die langs de pijp gaat, waardoor je de prachtige geluid hoort. Nou, die voorziening, of die blaasbalg, die vertoont slijtage, lekkage. Wat kost het om dat te repareren? Een milletje of 10. 10? Ja. Oké. Okay. We hebben een maximale bijdrage van 5000 euro uit het Rabobank Wensenfonds. Ja. En er moest gestemd gaan worden. Ja. Hebben jullie een beetje mensen laten stemmen? Uiteraard. Want, er zijn heel wat leden van de gemeente, protestantse gemeente, en die zullen daar best op gestemd hebben, denk ik. Maar ik wil het toch nog even zeggen, dat was net meneer Van Hout, die zei van dat je dus eigen beweging, ook dat zit op dat orgel. Op. En wellicht dat men zich ook kan willen geven als orgeltrapper. En dan kunt ik zie mevrouw dus Pestel kijken van, nou, Albert heeft op zondag nog wel een uurtje. Dus dan kan dat heel duurzame techniek weer gebruikt worden. Nou, neem die check maar mee, want ze gaan gewoon met menselijke mensen. De slijtage. Wat, eigenlijk is het lucht waar je geld voor moet geven. Ja, het is best wel kostbare lucht, sowieso. Denk ook nog wel goed om te noemen dat elke stem 25 euro waard was. Dus dan kan je ook voor jezelf een beetje uitrekenen hoeveel stemmen je hebt gehad tot het max in ieder geval van de wens die u heeft ingediend met de protestantse gemeenschap. En wij gaan in ieder geval voor de helft bijdragen aan de restauratie. 5000 euro, toch? Ja, als ik zo snel gerekend heb. Nou ja, daar wordt de check uitgereikt. Dan ga ik naar Muziekonderwijs Leiderdorp. Stichting Mol. Waar? Oh, daar, aan de zijkant. Jullie laten me wel lopen vanavond. Ja, goed, hè? Ja, dat doen wij toch aardig, dacht ik. Ja, ja. Jij hebt ook iets wat je heel graag wil hebben, hè? Wij willen graag een theatertje. We moeten even wat vertellen. Wij zijn jarenlang buiten Leiderdorp geweest. We zijn een Leiderdorpse stichting. In Zoeterwoude hebben jullie gezeten? Ja, we hebben in Zoeterwoude gezeten, omdat er hier geen plek was. Maar we zijn sinds januari weer terug in Leiderdorp. Nou, ze zijn terug in Leiderdorp. Ja. En aanstaande zondag, iedereen van harte welkom in de Dorpskerk voor ons openingsconcert en daarna de opening van ons nieuwe gebouw. Maar dat nieuwe gebouw moet natuurlijk aangekleed worden. Ja. En er hoort natuurlijk een mooie presentatieruimte bij. Hoeveel kost zo'n presentatieruimte? Veel.
En hoeveel willen jullie daarvoor hebben vanuit het Twentse Fonds? Ja, als het kan, de max. Maar de max. Ja, okay. Kijk, de verhuizing heeft natuurlijk ook aardig wat bedstro gekost. Dus onze reserves zijn wel een beetje, doorheen. Dus. Ja, ik zal even kijken, Rens, heb jij de check van het Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp? Die heb ik, zeker. En hoeveel staat erop? We komen in ieder geval een heel eind. En we zijn heel blij dat jullie terug zijn in Leiderdorp. Dus we hebben voor jullie 4500 euro. Nou, ook een heel mooi bedrag. 4500 euro voor de inrichting. Ja, het Leiderdorps Museum. Hoi, Rudo. Hoi. Ik had van de week bij mij in de radio-uitzending dat er een nieuwe collectie te zien is vanaf dit weekend bij jullie. Ja, een schitterende tentoonstelling over etnische sieraden. Die tot 1 juni in ons museum te zien is. Wij willen als museum een podium bieden aan Leiderdorpers die een uniek verhaal hebben, een unieke verzameling hebben of een unieke hobby. Nou, en dit is een voorbeeld van een Leiderdorpse die een hele unieke verzameling hebben. En daar hebben we een schitterende tentoonstelling. En die kunnen we zien op woensdag, geloof ik? De zondagmiddag, de woensdagmiddag en de zaterdagochtend. En jullie gaan digitaliseren en daar hebben jullie geld voor nodig? Ja, wij willen mee gaan doen aan een heel groot project van de provincie Zuid-Holland en Erfgoed Zuid-Holland. Om het erfgoed van Zuid-Holland te digitaliseren. Nou, daarvoor ondervalt zeker ook het erfgoed van Leiderdorp. En wij zoeken dus fondsen om in dat project mee te gaan draaien. Hoeveel hebben jullie aangevraagd bij het Wensfonds? Even uit mijn hoofd, 500 euro. 500 euro? Ja. Ze willen 500 euro... Nou, ik denk dat dat wel goed gaat komen, in ieder geval die 500 euro. Maar laten we het keer 5 doen dan... 2500 euro. Nou, dan kan je heel veel van digitaliseren. Ik zie de verbazing daar in ieder geval op het gezicht. We hebben nog een aantal wensen hier op het lijstje staan van het Rabobank Wensenfonds. En we gaan door de vrienden van de Koningin Juliana School. Hey, ja, kom, maar je mag wel even naar voren komen. Ja, pas op, anders wordt de blauwe roos boos. wat wensen jullie? Oh, hoi. Hoi. Wij op school wordt heel vaak door de kinderen zoiets als dit georganiseerd. Een ondernemersprijs. Een uitvoering waar ook een microfoon voor nodig is. En zeker bij de kleine kleutertjes die dan heel trots op het podium staan en een beetje naar beneden staan te praten. Die zouden we ook graag beter willen verstaanbaar willen maken. Je wil een geluidsinstallatie. Dus we willen een geluidsinstallatie. Nou gaan wij om 9:15 afbouwen hier. Ja. Dus op zich, als jij aanbiedt om de jongens een beetje te helpen en je zet wat koffertjes achterin, dan... Je bent me voor, ik had al rond zitten kijken. Ja. Maar je kan wel advies bij ze inwinnen, want jullie krijgen een prachtig bedrag om die geluidsinstallatie aan te schaffen. En Rens, die weet wat jullie... Ja, ik laat jou ook lopen, Rens, dus je mag deze kant nog even opkomen. Dat is hartstikke goed voor me, dat is helemaal prima. Ik weet niet, wat hadden jullie, waar hadden jullie om gevraagd? Nou, zoals iedereen zegt, alles is welkom. Dus, en de begrotingen schieten alle kanten op dit soort dingen. Dus, Nou, we hebben weer een mooi bedrag. We hebben 2275 euro voor je. Oh, kijk eens. Dat is mooi. Daar kan je een mooie geluidsinstallatie van kopen. De laatste is dan nieuw buitenzorg. Ja, ik had het kunnen weten. Hoi. Hallo. Ik heb echt geen idee wat jullie willen hebben. Ik weet wel dat het geld kost. Nou, Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg, die staan voor Nieuw Buitenzorg, wat heel veel mensen weten, wonen 53 meervoudige gehandicapte bewoners. En de meeste daarvan kunnen zichzelf niet vermaken. Die moeten dus vermaakt worden met materiaal, spel. En nu hebben wij een Q-week aangevraagd. En dat moet je zien als een soort beamer, die dus... een hele wand kan beslaan, die dus beelden kan aangeven voor ze met over de natuur, over dieren, waar ze enorm van kunnen genieten. En ja, eigenlijk, ja, ik weet daarvan van bewoners die daar gewoon 5 kwartier, 1,5 uur, gewoon heel ontspannen van kunnen genieten. Ja, wat ze beleven precies weet ik niet, maar het is geweldig. Nou ja, en jullie hebben hem nodig. En jullie leden vonden het eigenlijk ook wel een fantastische wens, hè? Ja, dat is natuurlijk een heel een geweldig initiatief. En dus daar wilden we natuurlijk ook ons steentje aan bijdragen op die manier. Vertel ons, hoeveel krijgen ze?
Ja, ik hoorde van Frank dat per stem 25 euro kon gegeven worden. En dus dan vraag ik me wel af hoe dit dan tot stand is gekomen. Maar we hebben 3808 euro voor jullie. 3808 euro, ja, dat is een prima bedrag. Gefeliciteerd. En dat was hem, de uitreiking van het Rabobank Wensenfonds hier in Leiden-Dorp. En de hele regio heeft het al plaatsgevonden. Er is nog één regio die te gaan is in Oegstgeest. Dat is aankomende maandag. Blijf nog heel even bijstaan, want we hebben een verrassing voor jullie geregeld. We hebben een extra prijs. En daarvoor gaan we naar het scherm kijken. En wil ik jullie hier in de zaal vragen om je mobiele telefoon erbij te pakken. Want jullie bepalen hier met z'n allen wie er met die extra prijs vandoor gaat. Ook voor de mensen die nu thuis zitten te kijken via Unity TV of via de livestream van Unity.nu. Dus al die kinderen die op Kirsten hebben gestemd ook. Vraag even aan je papa of mama of je met ons mee mag doen. We gaan namelijk naar de website www.rabovote.nl. Dat is www.rabovote.nl. En zometeen achter mij op het scherm gaan jullie zien hoe dat allemaal werkt. Jullie kunnen zometeen op één van deze wensen je stem uitbrengen. Niet verkeerd drukken, want je kan niet meer terug. De stem die je uiteindelijk gegeven hebt, daar gaat hij naartoe. Je kan sms'en of je kan via de website dus naar www.rabovote.nl. Log in met Leiden-Dorp, maar je kan ook sms'en 06 42 50 0030. Dat staat nu ook op het scherm, ook bij de mensen thuis op televisie. Die kunnen dit nu zien. En als je dan uiteindelijk bent ingelogd, zit iedereen erin? Ja. Kees zit er al in. Dan gaan we naar het volgende scherm. En dan zie je de wensen. Wil je dat Florio Kids een extra bedrag krijgt, 500 euro, dan toets je daarop. B, C, D, E, F, G, H. B voor de Leiden-Dorpse Reddingsbrigade, C voor de Regenboog, D voor de Protestantse Gemeente, E voor Stichting Leiden-Dorps Museum, F voor Muziekonderwijs Leiden-Dorp en Omstreken, G voor de Vrienden van de Koningin Julianenschool en H voor de Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Ik zie dat er op dit moment al ruim 20 keer gestemd is. Dat betekent dat nog lang niet iedereen hier gestemd heeft en dat de mensen thuis waarschijnlijk ook nog niet allemaal hebben gestemd. Ik laat hem nog heel eventjes openstaan, dit scherm, dus stem maar eventjes mee. Ja, 500 euro extra, dat is op zich wel een bedrag wat jullie nodig hebben natuurlijk. Ja, dat kan er mooi bij. Ja, want dat heeft alles te maken met dat speeltoestel, ja. Waarbij je misschien dan weer richting die 15.000 gaat. Ja, en voor jou, die blaasballig, die... Uiteraard. Ja. Nee, dat is heel welkom. Ja, ja, wie had er nog meer het maximale... Oh, jij had natuurlijk al heel veel vanuit het Leiden-Dorps Museum. Maar stel nou dat er nou nog een keertje 500 bij komt. Altijd welkom, maar ik gun het ook ieder van de anderen. Nou, dat is dan wel heel ruimhartig natuurlijk. Nou, ik zie dat er in ieder geval goed gestemd wordt. We laten hem nog heel even openstaan. Wil je meestemmen, ga naar rabovote.nl, dus www.rabovote.nl. Log in met Leiden-Dorp en laat daar je stem achter. A voor Florio Kids, B voor de Leiden-Dorpse Reddingsbrigade, de Regenboog C, D Protestantse Gemeente, E Leiden-Dorps Museum, F Muziekonderwijs Leiden-Dorp en Omstreken. De Vrienden van de Koningin Julianenschool is G en H, Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Ik denk dat het tijd is om de stemming te sluiten en te gaan kijken wie uiteindelijk de winnaar is. Dat wordt spannend. Ik heb geen tromroffel bij me. Kunnen we met z'n allen even een tromroffeltje produceren? Ja, oké. En de winnaar is... dan moet ik even goed kijken. Ik zie hier... 3 met 18,4%. Erik, we hebben een gelijkstand. Niet? Of hebben we nog 19,2? Oeh, gelukkig. Anders had het je 1500 euro gekost, hè? Dus we hebben een winnaar met 19% van de stemmen. Muziekonderwijs, Leiden-Dorp. Ja, jullie hadden het nodig. En dat extra geld natuurlijk. Die check hebben we hier niet, maar jullie krijgen het bedrag wel. Het is genoteerd en het was live op televisie. Oh, nee, ja, we gaan terug. Jullie hebben hem gewonnen. Dus gefeliciteerd en jullie mogen weer terug de zaal in. Dank jullie wel. Ja, ik wens jullie nog een hele mooie avond. Ga weer lekker zitten op je stoel. Ja, en dan is het nu tijd om de genomineerden erbij te gaan halen. De genomineerden van de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Want we gaan naar de ontknoping toe. Die ontknoping waar we als eerste zo meteen natuurlijk nog de publieksprijs hebben. De publieksprijs waar tot 6 uur vanavond op gestemd kon worden via www.leiderdorpseondernemersprijs.nl.
Daar kon je dus stemmen op je favoriet. Er is een heleboel gebeurd tijdens dat stemmen. Er zijn echt een heleboel stemmen binnengekomen. Het ging van links naar rechts. Maar tot op vorige week woensdag was het in ieder geval Rode Sneakers die uiteindelijk bovenaan stond. Nou ja, dat zegt in ieder geval voor nu nog niks. Om die prijs uit te reiken wil ik graag Kees Wassenaar hier op het podium. Wethouder onder andere voor ondernemers in Leiden-Dorp. Kees, welkom. Dag Guido. Ja, applaus voor Kees Wassenaar. Kees, jij hebt die strop, dat is maar wat vind je van mijn strik? Ja, ik kom me ergens bekend voor. Ik heb een Leidendorpse strik bij mijn smoking gekregen. Dus wat dat betreft matchen we wel. En, misschien wil je nog dansen? Wil je dansen met me? Nou, niet zo. De strik is in ieder geval, hij is helemaal, kijk, hij is mooi rondom gemaakt. Dat heeft wethouder Beekhuizen nog gedaan. Oh, dus, wat is dat goed betreft, dat ik ben, dat weet. Ja, als je ooit nog kledingadvies nodig hebt, wethouder Beekhuizen, die kan dat. Ja, het is er tijd voor, de uitreiking van de publieksprijs. En ik zou graag alle genomineerden op het podium willen hebben. Die komen als het goed is hier door het gordijn heen. Ik ga eens even kijken waar ze... Ja, waar zit die opening dan, hè? Koek, koek. Oh, hier. Ja, het zou te makkelijk zijn om nu te zingen... Hallo allemaal, leuk dat je er bent. Want dat doet de Eon Nederland doet het al. De genomineerden van vandaag. Dit zijn ze. En ze staan hier... Ja, kom naar voren. Hè. Het gaat om jullie uiteindelijk. Kees, kan jij de microfoon even bij Kirsten houden? Want ik ben wel heel benieuwd hoe... Kirsten. Hoe Kirsten het gehad heeft achter. Ja, hij is gezellig. Ja, ik ben lekker zitten kletsen en lekker naar deze avond zitten kijken op een tv. Het was gewoon wel heel relaxed. Oh, wacht even. Er wordt iets geroepen. Die stoelen moeten we even een beetje naar achter zetten. Dat we iets meer ruimte hebben. Ah, zo. Ja, Kees, ik heb hier de gouden envelop. Maar heb je nog wat tegen deze ondernemers te zeggen hier, die hier staan op dat podium? Jawel, we zijn natuurlijk als jury ook overal langs geweest. Het gaat nu om de publieksprijs, maar wij hebben als juryleden natuurlijk ook gezien hoe deze bedrijven functioneren. Hoeveel betrokkenheid er is bij de bedrijfsvoering en de zaak waar het om gaat. De artikelen, de dienstverlening, de sport. Nou, dat is echt geweldig. En ja, ik kan me voorstellen dat het publiek dat ook ziet. Dus het is ongelooflijk. En ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat worden, Rudo. 6 uur vanavond gingen de stembussen dicht. En toen hebben we de tussenstand hier op de envelop echt heel last minute geschreven. Hadden ook geen printer meer bij, want hij zit hierin. Kees, ik ga jou vragen om als eerste nummer 5 te noemen. Ja. Dan gaan we naar de nummer 4, de nummer 3 en dan de nummer 1. Ja, Rudo. Want anders... word jij niet... Denk jij dat je tweede geworden bent? Ik denk het wel. Jij denkt dat je tweede geworden bent? Oké. Okay. Nou, we gaan eventjes kijken hier. Kees, vertel het ons. Hoe ziet hij eruit, de uitslag? Dames en heren, gekandideerden. De volgorde is als volgt. Op nummer 5 is geëindigd met 6% van de stemmen. De Blauwe Roos. De Blauwe Roos. Op nummer 4, met 16% van de stemmen, Slagerij Pestel. Slagerij Pestel. Op nummer 3, met 18% van de stemmen, Foto Filippo. Ja, en dan gaan we nu naar de nummer... Ja, jij denkt dat je tweede geworden bent, hè? Roger belde mij van het weekend dat hij zo zijn best gedaan had. En of ik nog even een tussenstand wilde doen, want dan kon Kirsten de achterban nog even inschakelen. Jij wilde er echt wat wedstrijd van maken. Ja, we gaan kijken wat het gedaan heeft. Wie wint de publieksprijs van de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs 2018? Op nummer 1 is geëindigd met 35% van de stemmen. Rode Sneakers. Kirsten, gefeliciteerd. Deze is voor jou. En ja, hoeveel procent van de stemmen? Ik ga even gelijk op het. Nou, je hebt echt een goede inhaalslag gemaakt, Roger. Je mag 25. Het zelf zeggen. Oh. Ja, ik heb het gezien, hoor. En je hebt het gezien. Kirsten, ontzettend gefeliciteerd, meid. Het is echt fantastisch hoeveel mensen jij hebt laten stemmen via Facebook. Ook wat je bereikt hebt in zo'n korte tijd.
Ik heb groot respect voor je en ik vind dat je het meer dan verdient. Hartstikke goed, meid. Kirsten Remmers, dames en heren. Kees, dankjewel. Jij mag in de zaal plaats gaan nemen. Ja. Nou ja, en dan is het tijd om zometeen de grote winnaar van de vakjury bekend te maken. Zometeen horen we... Wat, nou, wie zit je naar te wijzen? Ik zeg niks. Nee. Zat je Albert aan te wijzen? Nee, ik denk... Nou, nee, je had het net ook goed met nummer 2. Ja, dat is het gevoel, hè? Jij denkt... Oh, we gaan even het rondje. Jij denkt Albert. Ik dacht, jij had niet aan mij gevraagd. Nee, nu wel, maar... Ik denk dat, omdat hij ook al genomineerd is. En ik vind het sowieso allemaal prachtige bedrijven, hoor. Want wat Remco met zijn foto's doet, echt zo fantastisch. Oh, en, er gaat Ria, hier een... Ria altijd. Mobieltje af. Sorry. Gezellig, toch? Hi, Trix. Jij mij nog een gefeliciteerd. Oeh, meid. Nog gefeliciteerd met je verjaardag, hè? Ja, 83 was je toch geworden, of niet? Ja, sorry, maar ik moet even de telefoon opnemen. Ik zit op een, ik moet even zachtjes praten. Ik zit op een ondernemersclub. Even meeluisteren. Nee, ik ben geen ondernemer, maar dat, nee, dat klopt. Ja, het is heel gezellig hier, joh. Ik zit al 3 uur aan mijn neus te vreten. Ja, er zit er zelfs eentje achter me de krant te lezen. Dat is echt... Hi. Dat is ongelooflijk. Ja, ze hebben het zo gezellig. Hè? Waarom ik geweest ben? Nou, ik denk, ik heb niks te doen. Ik denk, ik ga er naartoe. Ja, het is een doordeweekse avond. Dus ik denk, ja. Ja, ze hadden aangekondigd met limo's en rode lopers en toestanden en champagne. Nou, ik heb een glas water gekregen. Het is ongelooflijk. Ik kan niet eens naar het toilet, want het licht is uit daar. Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Die meneer die naast me, die heeft al gevraagd of hij aan mijn water mocht lurken. Maar dat wilde ik niet. Ja, ik denk dat... Ja, ik denk dat het geld op was van de Rabobank of zo. Dat is, ja. Erik heb je toch gezien? Of, die ken je toch? Ja, ik weet dat jij bij Van Lanschot zit, dat klopt natuurlijk. Maar ik bedoel, ik zit natuurlijk bij de Rabobank, ben er super blij mee natuurlijk. Ja joh, hij is vorige week gezien om bij me blijven slapen. Ja. Ja, wat een beetje nadelig was dat hij de volgende ochtend ook weer ontbijt wilde hebben. Dat was alweer, ja, dat vind ik zo lastig als iemand dan blijft slapen, dat hij dan ook ontbijt wil hebben. Ja, ja. Ja, nee, het is hartstikke leuk hoor. Ja, ik heb een jurkje aangetrokken, maar ik ben blij dat ik niet dat ik geen oksels op pannetje heb genomen. Ze was helemaal in slaap gestort hier vanavond. De bar is al uren dicht. De bar is al uren dicht. Volgens mij hebben ze niet eens een bar hier. Nee, ja, het zijn wel leuke ondernemers hoor. Ja, ja, wat zeg je? Dans? Ja, ze hebben ook dans. Nee, ik zou dat met jouw knieën niet doen hoor, want dat is... Ja, weet je nog dat ik vorige week naar die sportschool ben geweest? Van die René. Of Roger heette die, geloof ik, of zo, ja. Ik kom binnen, ik zeg tegen hem, denkt u dat u mij ook kan helpen? Dat u denkt dat dat zo kan, dat, ook qua hoe ik eruit. Hij zegt, hoe bedoelt u? Zit ik nou gewoon live op de televisie? Oh, ik moet een beetje zachtjes praten, want ben ik zo breed? Echt? Ik had geen Pierre de Poel aan moeten trekken, zie je het? Die man die zegt tegen me, hij zegt, wat wilt u doen? Ik zeg, ik wil ook afvallen. Dus hij kijkt naar me, hij zegt, u bent zeker over de 40? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, 2 keer in de week, 3 uur, 2,5 jaar. Zegt, misschien moet het lukken. Toen heb ik de Bergmankliniek maar gebeld. Dat duurde 45 minuten. Ja, toen was het klaar. Ja, toen was het afgelopen. Ja, sorry hoor, ik moet even, ik ben bijna klaar met bellen. Leest u even de krant door. Hè? Nee, waarom zo? Nou, die vond u zo interessant, heb ik net gezien. Ja, ik snap dat u het ook niet interessant vindt. Ik heb nog geen hapje gekregen, ik ga dood van de honger hier. Ik zou bijna mijn handtas gaan opeten, vind u niet? Misschien wel... Het een is interessanter als het ander. Dat is waar, dat ben ik helemaal met u eens. Het een is inderdaad interessanter dan het ander, ja. Wat ik interessant vind, dat beluister ik. Dat beluister ik, ja. Ik luister vooral niet naar u op dit moment. En ik heb Beatrix aan de telefoon. Ik kan je nog wel een tip geven. Ja, ze hebben een slager hier, die fokt zijn eigen vlees. Ja. Een paar van die koeien heb ik ook al in de zaal gezien. Ja. Nee, ze zitten niet naast me, hoor. Nee. Nee, de kerk zit naast me, die heeft hem nog niet gestenigd. Nee. Ik ben blij dat ze geld hebben willen zamelen voor de orgel of zo. Nee, wat was er van welke vereniging was u? Van de dorpskerk. Van de dorpskerk, ja. Ik ben niet gedoopt. Ik heb wel 5 namen, maar dat is terzijde. Ik ben wel blij dat u geld gewonnen heeft trouwens, hoor. Ja, ja. Het is wel jammer dat u nog steeds niks te drinken heeft gehad. Maar dat is wel een beetje... Ja, en weet u wie ik ook zo leuk... Ik vind die vrouw van die bloemen, die vind ik zo leuk. Zo'n gezellige tante. Vind je niet? Ik denk dat als je daar bloemen gaat halen, dan kom je er niet meer weg. Nee, je krijgt dubbel plezier. Dubbel plezier, ja, hè? Absoluut. Je krijgt een bos bloemen en een hoop liefde mee. Absoluut. Toch? Oh, kijk, u krijgt gewoon gratis water aangeboden. Dat is toch hartstikke fijn? Weet je, ik vind het wel een beetje... Die meneer met die fotowinkel. Ja, Remco. Ja, weet je wat ik daar zo leuk aan vind? Ja. Wat zeg je, Trix?
Nee, ik ben even met de buurvrouw gaan praten. Weet je, Dallas is ook voor jou. Luister eventjes. Hij kan heel veel VHS-banden overzetten. Dan kan jij je hele serie van Dallas en Dynasty over laten zetten. Hè? Dat zijn maar 8600 delen. Ja, ja, dat klopt. Ik moet even naar het toilet. Want ik moet, ja... Weet je wat ik zo bijzonder vind? Ik heb even gekeken. Ik zit hier niet te dichtbij fotograferen. Ik moet even kijken hoor. Want kijk, wat zeg je, Trix? Ja, ik moet even kijken. Want ik heb hier... Er is namelijk een prijs. Moet ik even... Goedenavond. Goedenavond. Dag mevrouw. Ik moet even kijken. Heeft u... Mag ik u even vragen of ik jullie... Is toch pauze of niet? Nou, het... Mag ik u even vragen of u die prijs... Hij is van plastic. Is hij van... Nee, joh. Het is toch niet van... Ja? Hier, ja. Is dat hier? Wat zegt u? Hier. Even kijken. Oh nee, je kind, Bea. Nou moet je eens kijken. Ze hebben gewoon een van je kunstwerkjes hebben ze gemaakt. Hè? Dat is toch hartstikke leuk? Ja, meestal deed je een eigen soort van selfie. Heet dat zo? Ja, maar dat is nu een... Dat is wel hartstikke leuk. Zijn we al bekend wie hem wint? Of niet? Nou, dat wilden we eigenlijk net gaan doen. Toen u telefoon... Nou, wilt u het dan iets gezelliger maken en een hapje voor me regelen? Ik heb een beetje honger. Hoe laat leven we? Is er iemand anders die iets meer wil dan water? Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Nou, wilt u die vaten met die wijn alvast in die champagne in de auto zetten? Die staat hier om de hoek. Ja. Mag ik uw naam, mevrouw? Wat is uw naam? Ja? Wat is uw naam? Christine Carrington. Christine Carrington? Oh, zachtjes praten, ik beter. Ik sta aan de telefoon. Is jarig. Feliciteer er even. Hey, ben je gefeliciteerd? Ja, bedankt. Maar, nu je hier toch staat, ik wil deze wel terug. Hoe vind je de avond? Ik moet even ophangen, want er wordt een vraag aan me gesteld. Ik was het niet gewend. Wat zeg je? Ja, het is live. Nee, niet op SBS6, schat. Daar kijk ik niet naar. Het is Unity. Ja. Iets minder kijkers, maar dat maakt niet uit. Ja, ja. Ze gaan voor de nominatieprijs straks ook. Ja, volgend jaar. Dag, ik moet even ophangen. Wat zei u? Hoe vind je het hier? Ik heb het een beetje meegekregen wat je ervan vindt. Je zat naast Paul Katzenberg, een van de sponsors van Sport 2000. Ik vind het reuze gezellig. Jij hebt wat met Ria, hè? Ja, wij hebben een soort van vingerplantrelatie. Een vingerplantrelatie. Hoe vond je dat Kees Wassenaar deed? Die had net de publieksprijs. Nou, ik moet eerlijk zeggen... Is die man nou nog niet weg? Ze hadden hem beter Heintje Davids kunnen noemen. Hij is al lang met pensioen. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Dan gaat hij daar staan, dan gaat hij het oplezen. En je kan er dwars doorheen kijken, want iedereen kon het zien. Wij wisten 3 uur geleden al wie er gewonnen had. Dat rode sneakers had gewonnen. Ja, dat toch? Jij wist al lang dat je zesde werd. Ja, dat was jammer. Jij had dat ook al gezien, ja. Niet te hard op mijn bord. Nee, want ik heb tegenwoordig van... Ken je de Dora Kip? De wat? De Dora Kip? Waar is die man van de slager? Ken je de Dora Kip? Tante Door. Nee, ja, okay. Ik heb 2 Tante Dooren, ja. Ja, nee, maar ik bedoel, dat zijn kipfiletjes. Je moet ze gelijk gaan gebruiken, als dan gaan ze stinken. Als u hier eentje trouwens over de grond ziet stuiteren, moet u er niet op gaan staan, hoor. Want dan moet u ze even ze terug. Ze plakken al een beetje. U bent toch van de nieuwe generatie Rabobank? Rens. Mag u de volgende keer komen slapen bij me? Want dat is... Ja, je moet toch eens een keer wat nieuws proberen, natuurlijk. Hey, maar ik vond het hartstikke gezellig dat je er was. Nee, maar ik heb nog even een vraag. Ja? Kunt u even vragen of de voorzitter, of die Didos. Ja, kunt u even vragen of die naar voren komt? Didos? Want ik wil namelijk voor de Wensstichting ook nog een wens doen. Voor het Wensenfonds, niet voor de Wensstichting. Hè? Oh ja, iets wat wenselijk. Didos, is. Kan je er even bij komen? Dames en heren, de voorzitter van de LOV, Didos van Dam. Ik heb ook nooit begrepen, ik snap nu waarom dat ze gewoon... Je kan je pakje sigaretten erin doen en je mobieltjes... Je ziet er niks van. Wat is je vraag aan meneer Van Dam? Nou, ik mag ik u wat vragen? Ja. Even het licht. Even het licht. Ik vind hem zo leuk. Toch een hele knappe manier? Mag je wat vragen? Ja, zeker. Wat zou het kosten om een avondje te dineren met u? 5.000 maximaal, hè? Want de stichting geeft niet meer. Ja, dan moeten we wel even stemmen, hè? €25 per stem. Oh, dat gaan we doen. Ja, dat is goed. Wie biedt er meer dan 20? Wie biedt er meer dan 20? Ja, die mevrouw erachterin die geeft 400, dat zie ik al. Maar wat kost het? Ja. Want ik vind het helemaal... Het is... Hij heeft best een jaloerse vrouw, hè? Die zit ook op rij 1. Is uw vrouw er ook? Ja. Is dat een mevrouw? Ja. Is dat, u... dat is mevrouw van... Ja, je herkent haar wel, ja. Dat is mevrouw van Dam. Kan iemand even een taxi bellen van die mevrouw? Die gaat naar huis. Ja. Ja, nee, niet over 10 minuten gelijk. Wat zegt u? Er is toch hier wel een taxicentrale in Leiden-Dorp? Ja, toch? Maar, Michel de Groot komt zo meteen... Hou toch even je mond, joh. Ik heb al jaren van die zilverpapiertjes zitten sparen om je Suriname te halen, joh. Kom, ja, dat kan hier, hè. Dat kan, het is Leiden-Dorp. Dus het is heel, ik bedoel, de kerk heeft naast me gezeten. Ik ben nog niet eens gestenigd. Nou, dat is een hartstikke ruimdenkende gemeente. Maar we waren bezig met deze... Ja.
Ik wil even zeggen, ik kan nooit zo aan plein publiek. Maar hoeveel kost je, wou ik zeggen, dat is ook erg. Je vrouw zit erbij. Hoeveel kost het om met je uit eten te gaan? Nou, dat kunnen we wel regelen. Ja? Toch? Niet bij de frietent, hè? Niet bij de frietent. Zit je me nou te filmen, Erik? Van boven je bed straks. Oh. Boven mijn bed, want dan had je al geslapen. Maar vertel. Hoeveel kost het? Ja, hoeveel kost het? Ja, zeg. We gaan maar, nou, iets leuks. We hebben een leuk restaurant hier in Leiden. Wie biedt het aan? Bel Air. Nou, Bel Air. Waar staan de mensen? Zijn de mensen van Bel Air? Nee, die waren hier? Er niet. Geweest. Oh, die waren er. Dat lag nogal oh, gevoelig. Ja, dat, was waar. Dat was heel druk. Nou, voor 100 euro. Er zit 100 euro in de pot voor de wens van de vakjuryprijs en de organisatie van de Rabobank. Om wij samen uit eten te gaan. Ik denk het vast wel. Ik denk dat we even Erik aan moeten kijken. Hij knikt ja, dus dat komt vast goed. Oh, dat is zo. En mag ik dan ook nog een kusje van je? Ah. Dames en heren, hart applaus voor Christine. Ja, je mag nu echt weg. Oh. Dankjewel, liever. Doei. Oh, gaan we ook? Ja. Oh, bedankt. Nou, dag. Kan iemand alvast even een wijntje inschenken? Ik wil graag champagne. Diedels. Ja, dat is het. Jij gaat hier eigenlijk ook nog een soort met van prijs naar huis vanavond, Wasserlei. Ja, het ging helemaal niet om mij. Ria, jij vindt het wel leuk, hè? Ik vind het hartstikke ja. Gezellig, ja. Ja, terwijl de rest van de genomineerden denkt van, schiet nou op. Schiet nou op. Ja, want, ja, we krijgen dorst een beetje. Ja, dat ook de mensen hier in de zaal ook. We hebben een ander envelopje waar je niet doorheen kan kijken voor Diedels geregeld. Die heb ik hier. Dat is het juryrapport voor de winnaar. Diedels, eens in de twee jaar reiken we de Leiden Dorpse Ondernemersprijs uit. Waarom doet de LOV dit? Omdat wij het heel bijzonder vinden om ondernemers in het zonnetje te zetten. En natuurlijk even vanuit een soort kritische kijk te zien wat voor een keur aan ondernemers we echt in het dorp hebben. Daarnaast is het natuurlijk gewoon goed voor de ondernemers, goed voor de vereniging en ook goed voor Leiden Dorp, want we zetten toch ook het dorp daarmee op de kaart. Dus eigenlijk heel veel goed. En het is, als ik voor mezelf spreek, elke twee jaar weer een feestje om bij ondernemers in de keuken te mogen kijken. Wat het nog een hele leuke anekdote is inderdaad eigenlijk dat we Ruud Fortman als winnaar van twee jaar geleden mee hebben genomen. En met alle familiebedrijven en met name de bedrijfsoverdracht, was het ook heel leuk om te zien dat het bijna heilzaam was voor Ruud zelf. Maar het is een feestje om bij de ondernemers in de keuken te mogen kijken, om te zien met welke gedrevenheid, met welke passie. En ondernemen is natuurlijk gewoon je ziel verkopen. Het is geen 9-5, maar het is gewoon een bestaan. Het is een passie. En om daar even mee weer in aanraking te komen, om dat te zien, om dat te proeven, om de verhalen te horen, om de beweegredenen te horen waar mensen de dingen doen die ze doen, de keuzes maken, dat is heel bijzonder en dat is een voorrecht om dat te mogen aanschouwen. Voordat we overgaan naar de uitreiking van de prijs, ja, we hebben hier onze tekenaar de hele avond al zitten. Ja, Ton, je hebt mooie tekeningen gemaakt. We gaan even naar het scherm kijken. Ik zie Frank, die durft nu toch wel een beetje te lachen. Jullie kunnen hier naar gaan kijken, want ik heb zo'n vermoeden dat ik dat ben. Ja, ik vind hem prachtig. Oh, wat goed zeg. Waar is die autocue inderdaad? Nou, als dit de voorbode is voor de rest, met het mooie Leidendorpse strikje erbij, dan ben ik heel benieuwd. Oh, Ria! Met een blauwe roos. Dames en heren, Ria! Dan gaan we door naar de volgende. Dit is Albert met een stukje worst in zijn hand. Oh, dit is Remco, ja, met de fototoes. Ik herken iedereen dan er toch wel uit. Oh, Roger. Ik vind deze toch het meest sprekend, Roger, tot nu toe. Roger, kijk, met een gewichtje in zijn hand. Oh, wauw. En dat is Kirsten. Kirsten is ook getekend, dat zijn de genomineerden. Had je Erik ook nog op je scherm? Want je hebt Erik ook zitten tekenen natuurlijk. Oh. Kijk, ik denk dat dat kale plekje toch een beetje gevoelig ligt. Draai eens om. Ja, nee, dat zit er niet. Hè. Het is een cartoon, het is niet echt. Oké, nou ja, dat waren ze, de tekeningen. Die krijgen jullie natuurlijk ook nog van ons netjes opgestuurd. Dus die zijn sowieso al voor jullie als herinnering voor deze avond. Mag ik een hart applaus voor onze tekenaar, voor onze cartoonist. En dan gaat het gebeuren, de uitreiking van de Leidendorpse Ondernemersprijs volgens de vakjury. Diedel zei al tegen mij, niet zwaaien met dat ding. Want ja, hier staat de winnaar of winnares op.
Ik ga jou het woord geven, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, het was een. Het is natuurlijk al van het begin van de avond gemeld door Mark dat we met de vakjury alle bedrijven hebben bezocht. We hebben inderdaad conform het reglement wat hiervoor is opgesteld geprobeerd om zo zuiver en zo eerlijk mogelijk de stemming te laten plaatsvinden. Dat heeft nog best wel wat discussie opgeleverd, want uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk zijn eigen beweegredenen en zijn eigen voorkeur en zijn eigen interpretatie van de regels zoals ze zijn geformuleerd. Maar uiteindelijk in goed overleg zijn we toch tot een eenduidig beeld gekomen. Daarbij spelen een aantal facetten natuurlijk een grote rol. En als ik ze ga noemen, dan wordt al langzaam duidelijk welke ondernemer dan dit jaar de winnaar is. Maar we houden elkaar al zo lang in spanning met sketches en met tekeningen. Dus ik denk dat het tijd wordt om het gewoon te gaan vermelden. En de winnaar van de ondernemersprijs 2018 is geworden Sportcentrum Van Hout. Roger, van harte gefeliciteerd. En die prijs die is voor jou. Roger, je staat hier net zo verbaasd als toen je hoorde toen je genomineerd was. Ja, ik ben helemaal flabbergasted. Ik had echt... Kijk, ten eerste staan hier vier fantastische ondernemers om me heen. Als ik kijk naar Pestel, wat voor fantastische slagerij ze hebben. Hoe goed ze voor de dieren zorgen en dierenwelzijn vind ik ook heel erg belangrijk. En ze altijd met een glimlach, goede producten. Ze hebben echt hart voor hun zaak. En ik had het ze ook van harte gegund. En nou, mooie zaak. En Ria de Blauwe Roos is bij mij om de hoek. Als ik wat goed te maken heb thuis. Vaste klant hoor ik, zij Ria. Zij is zo belangrijk. Ik kom nooit om wat goed te maken. Nee, dat niet. Nee, maar ik kom wel regelmatig. Maar het is gewoon een heel goed bedrijf. Met hart en ziel werken ze erin. Het zijn altijd vriendelijk, altijd een leuk gesprek, altijd een dolletje. Fantastisch. En dan echt heel. En Remco, fantastische fotozaak. Ze hebben het ook moeilijk gehad tijdens de crisis, vertelde die. We kwamen elkaar 2 weken geleden in Noordwijk tegen. En toen hebben we heel gezellig met elkaar zitten kletsen met Roos en met Remco. Hij heeft van alles over zijn zaak verteld. En ik vind het fantastisch hoe hij in die periode ook zijn zaak nog heeft kunnen staande houden. Wat hij ervoor gedaan heeft. En hij heeft een fantastisch bedrijf. Heel goed, Remco. En de sneakers, ja. Als je nou in 3 jaar tijd meer dan 400 kinderen kan laten dansen. Dan moeten wij eens om de tafel gaan zitten hoe je dat allemaal doet. Want ik vind het echt fantastisch. 4 mooie bedrijven en jullie ook gefeliciteerd met de nominatie. Ja, ik was inderdaad heel erg blij met de nominatie. Daar was ik al van onder de indruk. We hebben gewoon een hartstikke fijne zaak. En ik heb een ontzettend lieve vrouw, Marion, die me daarin ondersteunt. En een fantastische dochter. En een leuk team van mensen. Jossie heeft net afscheid genomen. Die heeft 43 jaar bij mij gewerkt. Niet bij mij, maar ook bij mijn vader. En dat is natuurlijk bijzonder. Klanten, we hebben een warme band met elkaar. En wat belangrijk is, dat je het vanuit je hart doet. Hè. Sporten is een passie. En het is best niet altijd even makkelijk om een bedrijf te leiden met z'n tweetjes en Marion. Maar we doen het al 15 jaar samen. En ik vind het gewoon fantastisch dat we het bedrijf van mijn vader hebben kunnen, mijn moeder hebben kunnen voortzetten. En ik ben echt een beetje overdonderd. Nou Marion, ik zou zeggen, kom erbij, kom je man een hele dikke zoen geven. Roger, neem de felicitaties hier in ontvangst. Dan zeg ik tegen de kijkers thuis op Unity TV, bedankt voor het kijken. Dit was de uitreiking van de Leiden Dorpse Ondernemersprijs 2018 en de uitreiking van het Rabobank Wensenfonds. Bedankt voor het kijken. Wil je de uitzending terugzien? Binnenkort komt die op onze website unity.nu. Amy, kom er ook bij. Bedankt voor het kijken. Tot snel!